Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik deel de vergadering mee te verontschuldigen zijn ingekomen de volgende leden. De heer Dazeleer, de heer Van Bezien en de heer Van Eiken zijn afwezig wegens familieverplichtingen. Mevrouw Van der Meer is afwezig om gezondheidsredenen en mevrouw Anne Moerenhout heeft zwangerschapsverlof. Meneer Somers, dat kan ik niet beoordelen. Hè? Dames en heren, bij brief van 26 juni 2014 deelt de voorzitter van het parlement der Duitssprachige Gemeinschaft mee dat het parlement zich de vergadering van die dag heeft geconstitueerd. Bij brief van 30 juni 2014 deelt de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee dat de Kamer de vergadering van die dag voorwettig en voltallig verklaard is. En bij brief van 17 juli 2014... deelt mevrouw De Betune, voorzitter van de Senaat, mee dat de Senaat zich de vergadering van die dag heeft geconstitueerd. Klopt, hè? De commissie ad hoc kunnen wij nog niet voorleggen, want ik moet meneer Van Malderen, de kandidaat van de SPA-fractie. Zijn die binnen? Dat is op uw vraag voor 10 uur doorgegeven aan de diensten, voorzitter. Want zullen de loop van de vergadering erover beslissen. Goed, dan is nu aan de orde, dames en heren, de beraadslaging over het regeerakkoord. Ik veronderstel dat ik het woord mag geven aan de heer Bart van Malderen. U kijkt verwonderd. U heeft de krant heel waarschijnlijk gelezen dat u dacht van de grootste oppositiepartij mag de eerste beginnen. Meneer de voorzitter, dames en heren van de Vlaamse regering, collega's. Ik zou willen beginnen met elk van de leden van de Vlaamse regering te feliciteren met hun eetaflegging gisteren en hen oprecht veel succes toe te wensen in de uitoefening van hun taak waarvoor u gisteren bent aangesteld. Een taak die misschien nog het best is samen te vatten in de volgende vraag. Zetten we verder in op een samenleving waarin gestreefd wordt naar gelijke kansen voor iedereen, een evenwichtige spreiding van de welvaart, gelijke rechten en plichten en veel participatie en overleg met burgers en verenigingen? Of gaan we naar een samenleving waarin de overheid zich terugtrekt en burgers als individu meer en meer zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun welvaart en welzijn, waar degene die hard werkt en veel verdient beloond wordt en wie pech heeft ziek of werkloos te worden gestraft wordt? Sommigen onder uw collega's moeten deze zinnen echt wel vertrouwd in de oren klinken. Het zijn de eerste twee regels van het memorandum van wat toen nog het ACW heette. En met verklaringen als er zullen harde noten moeten gekraakt worden, er zullen noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden in moeilijke tijden en het altijd goeddoende snoeien om te groeien, maakt deze nieuwe Vlaamse regering duidelijk dat ze voor de tweede optie gaat. Deze Vlaamse regering maakt een bocht naar een ander Vlaanderen. Een Vlaanderen waarin heel wat deuren onherroepelijk gesloten worden. In sommige gevallen gaan die deuren traag, geleidelijk en zachtjes dicht. In andere gevallen heel snel en onmiddellijk. We hebben, collega's, in dit land de afgelopen 20 jaar kansen gegeven aan mensen. Deuren geopend voor jongeren, voor gezinnen, voor ouderen en voor iedereen die in onze samenleving een beetje hulp kan gebruiken. En wat deze regering gaat doen, collega's, is niet meer of niet minder dan elk van die deuren keihard in die mensen hun gezicht dichtsmijden. Deze regering trekt barrières op. En ik wil, meneer de minister-president, geen slechte Vlaming zijn, maar ik ga een Frans woord moeten gebruiken. Het beeld dat bij mij opkomt is er een van peages. Slagbomen die her en der in Vlaanderen worden opgetrokken en die Vlamingen, als ze op vakantie door Frankrijk rijden, telkens opnieuw tegenkomen. Aankomen, wachten, ticketje trekken, betalen, kassa. Terwijl diezelfde Vlaming alles betaald heeft via zijn belastingen. En we zullen die peages vinden, collega's, voor de schoolpoort, voor de ingang van de aula's van universiteiten en hogescholen. Als je de tram wil nemen, als je de bus wil nemen voor je plaats in het rusthuis. En ik kan nog wel even doorgaan. En voor wie niet kan betalen, blijft de slagboom onherroepelijk zonder pardon dicht. Peages
in de vorm van geniepige facturen, peages in de vorm van gezinsbelastingen. Want vergis u niet, het zal niet deze nieuwe Vlaamse regering zijn die harde noten zal kraken. De harde noten zullen gekraakt worden door miljoenen Vlaamse gezinnen. De driedubbele V die de rode draad van dit akkoord vormt, betekent voor hen een grote V van verlies. Verlies voor miljoenen Vlamingen. Want het zijn zij die de factuur gepresenteerd krijgen om er enkelen op vooruit te laten gaan. De allersterkste, de happy few, de bobo's van Vlaanderen. Want vergis u niet, collega's, deze regering zegt dat ze van iedereen een inspanning vraagt, maar het is duidelijk dat niet iedereen dezelfde inspanning zal doen. Dit regeerakkoord heeft ervoor gekozen om niet te investeren in mensen. Niet in jongeren, niet in gezinnen, niet in ouderen. Ze heeft ervoor gekozen om hen niet te vertrouwen. Ze heeft ervoor gekozen om hen niet te verbinden. Ze heeft ervoor gekozen om hen niet te laten vooruitgaan. Door systematisch omgekeerd te herverdelen, speelt men in de kaart van de sterkste, van de rijkste, van de happy few. Van zij die zonder dralen hun creditcard bovenhalen en vlotjes doorheen alle peages heen rijden. Vergis u niet, deze regering is geen besparingsregering. Het is een factuurregering. Een regering die de Vlamingen een dubbele factuur voorschotelt. Gezinnen zullen niet alleen via hun belastingen betalen voor zaken die we nu eenmaal allemaal delen, maar bovendien een pak meer moeten betalen voor exact hetzelfde. De factuur om je kind te laten studeren verdubbelt. De rekeningen voor elektriciteit en water gaan de hoogte in. Zorgen voor een betaalbaar dak boven je hoofd en dat van je gezin wordt moeilijker. Er wordt bespaard op de kinderbijslag en van een maximumfactuur in de zorg is al helemaal geen sprake meer. Om beroep te doen op die diensten zullen al de Vlaamse gezinnen dieper in hun portefeuille moeten tasten. Het zijn maar enkele voorbeelden van een omgekeerde helverdeling waar deze kille rechtse regering voor staat. Europa toonde de voorbije jaren al waartoe deze omgekeerde herverdeling kan leiden. En het is Paul de Grauwe die deze week zei: de economie zwing je helemaal niet aan door blind en hard te besparen, maar net door te investeren. Dat doe je door kansen te geven, door aan te moedigen in plaats van een peagesysteem in stelling te zetten. Vergis u niet, collega's. Verbinden, dat doe je niet door fors te snoeien in de zaken die we allemaal delen. En al enkele jaren is delen het nieuwe hebben. Maar dat heeft deze rechtse regering absoluut niet begrepen. Erger nog, deze regering zorgt voor een nooit geziene ommekeer. Ze katapulteert ons 30 jaar terug in de tijd. En hanteert een oud credo waar nog 3 woorden overblijven. Hebben, hebben en hebben. Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer de voorzitter, ik had natuurlijk verwacht dat de heer Van Malderen snel vervuld zou zijn tot de nieuwe Tommelijn voor de volgende 5 jaar. En ik moet zeggen, u doet goed uw best, meneer Van Malderen. Waar is de tijd dat we samen optrokken om ernstig aan politiek te doen? Hè? Waar is uw moed gebleven om de Vlaming te zeggen waar het op staat? Waar is uw afkeer van marketingtrucjes en van demagogische slogans om te zeggen van kijk, de taart hoeft niet gebakken te worden, ze moet alleen opgegeten worden? Meneer Van Malderen, dat valt eerlijk gezegd een beetje tegen, want ik ben van u meer gewoon. En ik moet ook zeggen, u zegt er wordt bespaard op de kinderbijslag. Ik weet niet, waar hebt u dat gelezen? Buiten in de kranten misschien, maar in dit document van 170 pagina's heb ik nergens gelezen dat er op de kinderbijslag... Terecht opmerking, collega. Terecht opmerking. Op de kinderbijslag wordt bespaard. Dus ik denk, meneer Van Malderen, het is pas heel asociaal om de factuur door te sturen naar de volgende generaties. Dat is pas asociaal. Qua demagogie heb ik van u in elk geval geen lessen te leren, collega Van den Heuvel. En als u zegt dat u de factuur, of dat wij de factuur zouden doorschuiven naar de volgende generatie, kan ik u alleen maar zeggen dat we inderdaad samen heel lang een andere politiek gevoerd hebben. Een politiek die de mensen ontzien heeft.
Een politiek waar je wel een alternatief had en die ervoor zorgde dat iedereen meekomt. U bent nu meegestapt in een scenario waarbij wie vandaag al sterk is, in de toekomst nog sterker zal worden. En de rest, collega Van den Heuvel, zijn plan zal moeten trekken. Dat is het project waar u bent ingestapt en niet wij. Waar recht zich verbindt, collega Van den Heuvel, worden mensen niet verbonden, maar koudweg gelost. En in tegenstelling tot in de Ronde van Frankrijk, is er in dit peloton geen bus die ervoor zorgt dat mensen veilig binnen geraken binnen de tijdslimiet. Dat is het Vlaanderen, collega Van den Heuvel, waar u en uw partij voor gekozen hebt. En vergis u niet, dit akkoord zet de krijtlijnen uit voor een inderdaad ander Vlaanderen. Een Vlaanderen van de cijfers, van de grafieken en van de tabellen, in plaats van een Vlaanderen van en voor de mensen. Een Vlaanderen waar we voor staan is een Vlaanderen dat ter plaatse blijft trappelen. En dit staat inderdaad, collega's, ver van onze visie op een moderne, een warme en een solidaire samenleving. Een samenleving en een beleid die de hand uitsteekt om mensen te helpen en niet de hand uitsteekt om te ontvangen. Beste collega's, welkom in het Vlaanderen van de peages. Ik heb daarnet al verwezen naar de uitdrukking snoeien om te bloeien. Het mag duidelijk zijn, we gaan hier snoeien om te bloeden. Rechts doet ons geloven dat vooruitgang zonder pijn te lijden niet meer mogelijk is. Dat we eerst moeten bloeden eer we opnieuw kunnen vooruitgaan. Dat we eerst moeten afzien eer we opnieuw een beetje plezier kunnen hebben. Het is bijna 50 Shades of Grey van Geert Bourgeois. Het gevolg is dat het geloof. Is dat het geloof in een goed werkende economie en een sterke sociale welvaartsstaat, dat die kunnen samengaan, dat stilaan afbrokkelt. Ik weet niet of de regering daar duiding wil bij geven met het gelach. Maar dus, het geloof dat een goed werkende economie en een sterke sociale welvaartsstaat kunnen samengaan, wordt hierdoor systematisch afgebouwd. En dat is ontzettend verontrustend en we zullen ons daar blijkbaar als enigen samen met de rest van de oppositie tegen moeten verzetten. Want vergis u niet, voor deze regering zullen alle gezinnen en alle werkenden op hun tanden moeten bijten. En wie nu al pijn heeft, die zal de pijn in stilte moeten blijven doorslikken, dag na dag. Wat spreekt uit deze voorstellen is goesting, inderdaad. Goesting. Om steen voor steen de sociale welvaartsstaat af te breken. En ik wil u graag meenemen, collega's en dames en heren van de regering, op een tour langs een van de belangrijkste peages van deze bourgeois-regering. Peage nummer 1, onderwijs. Toegankelijk toponderwijs. Dat was toch tot op vandaag een van de paradepaardjes die Vlaanderen rijk was. Investeren in onderwijs is investeren in onze toekomst. Investeren in onderwijs is jongeren kansen geven. Maar dat heeft deze regering blijkbaar niet begrepen. Willen we echt terug naar een tijd waarin alleen kinderen van advocaten, dokters en ministers kunnen verder studeren? Want dat, collega's, is wat er gebeurt. Is wat er gebeurt als je de vrije markt loslaat. Meneer Diependalen. 400 tot 600 euro extra moeten ouders ophoesten, willen ze hun kinderen naar de universiteit of naar de hogeschool kunnen sturen. Dat komt neer op 1000 euro, een verdubbeling van het huidige inschrijvingsgeld. Meneer Diependalen. Meneer Van Malderen, op 10 minuten tijd hebben we al wat gehoord aan demagogie en platvloerse politiek. Hè. De cijfers die u vernoemt haalt u niet uit dat document. U weet die niet, u kan geen die cijfers in. Show me the money, Diependalen. Die zijn er nog niet en die zullen er op tijd en stond komen op het moment dat we een begroting indienen in dit parlement. Dan zullen die er zijn. Maar laat het zeer duidelijk zijn dat deze meerderheid, en zeker mijn fractie, zal niet aanvaarden dat de democratische toegang tot het hoger onderwijs beperkt zal worden. Dus de cijfers van boven de 1000 euro die geciteerd worden in de krant, zullen niet toegelaten worden. En daarbij zullen wij ook niet toelaten dat er een loskoppeling komt van het onderscheid tussen de normale inschrijvingsgelden, de bijna beursstudenten en de beursstudenten. Dat zal niet het geval zijn. Maar ik vind het zeer jammer, dat u er blijkbaar voor kiest om af te gaan op roddels, op geruchten, op halve waarheden en weigert om een degelijk debat te voeren over waarover het hier gaat. En dat is het regeerakkoord dat wij als meerderheid gesloten hebben. Maar niet de geruchten en de roddels die u hier aanhoudt. Meneer Van Malderen. Als er...
Als er nu één partij was die duidelijkheid had kunnen creëren en de onrust die in de samenleving bestaat had kunnen wegnemen, dan was het de Vlaamse regering geweest. Gisteren heb ik vol verwachting zitten uitkijken naar de regeerverklaring van meneer Bourgeois. Ik dacht dat de inleiding gedaan was, maar het bleek de gehele regeerverklaring te zijn. Dus het is deze regering die in gebreken is gebleven om die onduidelijkheid die op het terrein bestaat. En ik ben daar toch niet alleen een collega Diependalen, als ik even mag. Ik citeer gewoon Rick Torfs, dat is toch iemand die dicht bij de regeringspartijen staat, dacht ik. Die zegt, dit kan ervoor zorgen dat de jongeren niet gaan studeren. En bovendien zet deze regering ons het mes op de keel. We moeten het inschrijvingsgeld niet verhogen. We mogen. U schrapt gewoon de middelen. En u zegt niet hoe de universiteiten het moeten oplossen. Het doet mij een beetje denken aan de film De Deer Hunter. U laat een pistool, u zet het tegen het voorhoofd en u zegt tegen de andere schiet. Omdat u zelf niet het lef hebt om zelf te schieten en de Vlaming in de ogen te kijken. Meneer Diependalen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de dierhunter nog niet gezien heb, maar en ik weet ook niet of dat Torfs al dan niet aanleunt bij een van de regeringspartijen. Ik zal het straks een keer controleren. Maar meneer Van Balderen, er is een document van 170 pagina's dat zeer duidelijk uitstelt of aangeeft waar wij naartoe willen met dit Vlaanderen. Hoe wij dit Vlaanderen inderdaad opnieuw gezond willen maken. Want het is natuurlijk zeer gemakkelijk om hier te komen elke kritiek te uiten op waar we gaan besparen. Natuurlijk wel. Maar zeg u een keer hoe u het anders zou doen. Wij willen inderdaad geen lasten doorschuiven naar de volgende generaties. En dat is de beste kinderbijslag, de beste woonbonus, het beste ondersteuningsbeleid dat je als regering kan geven, is om te zorgen dat uw rekeningen in orde zijn. En ik wil van u dan wel een keer horen hoe dat u die rekeningen opnieuw in orde zou brengen. Want laat het zeer duidelijk zijn, meneer Van Malderen, het is niet in dit Vlaams parlement dat er een zesde staatshervorming gestemd is. Het is niet hier dat er beslist is dat wij 1,4 miljard moeten gaan besparen. Dat ervoor zorgen dat we met deze regering in het rood zouden gaan. U weet zeer goed dat we hebben daar samen voor gezorgd. In een vorige legislatuur zouden we zorgen voor beleidsruimte. En we hadden die ook. De meerjarenraming gaf ons zeer veel beleidsruimte. Waarbij dat we effectief konden gaan inzetten op groei en om te investeren in welzijn. Want nu hebben we die niet. We moeten 1,4 miljard euro gaan besparen. En terwijl we dat doen, terwijl we effectief gaan zorgen voor 1,4 miljard besparen, dat we gaan zorgen dat die rekeningen opnieuw in orde zijn, gaan we toch een half miljard euro investeren in economie en innovatie. En een half miljard euro in welzijn. Geen enkele voorgaande regering heeft dat ooit gedaan. Voor welzijn en met de nieuwe bevoegdheden is dat een stijging van 15%. Collega Van Walder, een stijging van 15%. Ik wil van u een keer horen hoe dat u die rekeningen in orde zou brengen. Maar, collega. Meneer Van Malderen, eerste minister van Onderwijs, mevrouw Krivits. Ja, meneer Van Malderen, ik wil u gewoon een klein beetje geruststellen misschien. Ik heb hier net, voor ik binnenkwam in het parlement, afvaardigingen van de studentenverenigingen gezien. En het moet mij toch van het hart dat de manier en de stijl waarop zij het gesprek met mij gevoerd hebben en waarop we ook engagementen genomen hebben om in de tweede helft van augustus rustig doorheen de problematieken rond het hoger onderwijs, maar ook te kijken hoe het sterker gemaakt kan worden, hoe het ook voor iedereen betaalbaar kan blijken. Wel, die stijl waarop die studenten dat aangepakt hebben, die stemt mij zeer hoopvol dat we dat op een uitstekende manier samen zullen kunnen doen. En ik wil bij deze, hier in dit half rond, al een pluim geven aan onze studenten hoger onderwijs. Meneer Van Malderen. Ik hoop vooral dat die studenten ook u een pluim zullen geven op het moment dat hun inschrijvingsgeld niet dramatisch zou verhogen. Maar collega Diependalen, u raakt wel echt wel de kern van de discussie. En de lichaamstaal van collega Van den Heuvel naast u sprak ook boekdelen. Door te verwijzen naar de zesde staatshervorming die u niet hebt gerealiseerd. En door te verwijzen en altijd te blijven herhalen dat dat de oorzaak is van de besparingsdrang, schoffeert u eigenlijk ook uw beide coalitiepartners. En het was wat ongemakkelijk schuiven op de stoel voor collega Diependalen, collega Van den Heuvel. Dat hebben we gezien. Maar u hebt ook gezegd hoe wij inderdaad samen, 5 jaar aan een stuk, in heel moeilijke tijden, hier in dit parlement, een begroting in evenwicht hebben kunnen realiseren. Maar wel op een andere manier. Een manier die de mensen ontziet. Een manier die mensen helpt. Een manier die mensen versterkt. U hebt ervoor gekozen, vanuit een ideologische keuze, niet omdat het moet, maar omdat u het wil,
om te snoeien, om te bloeden. Dat is niet mensen laten groeien, dat is mensen klein houden. En dat is het model waar u voor gekozen hebt. Meneer Diependalen. Meneer Van Malderen. Meneer Van Malderen, we zijn in vakantieperiode en ik neem aan dat u ook wel een keer op reis gaat. En ik wil met u een keer Europa rondrijden. En we kunnen hier gaan kijken in verschillende landen in Europa, vooral Zuid-Europa, wat de toestand daar precies is. We hebben in de eerste instantie 5 jaar geleden de bankencrisis gehad. En daar zijn we het over eens, daar zijn de banken zwaar in de fout gegaan. Maar die hebben een heel ander probleem blootgelegd. En dat is een probleem dat heel wat Europese landen al 40, 50 jaar lang boven de stand hebben geleefd. Dat heel wat Europese landen, niet zelden onder socialistisch bewind, ervoor gekozen hebben om inderdaad mensen te gaan ontzien en te zorgen voor schuldopbouw, collega Van Malderen. Schuldopbouw is de grootste kogel aan het been, de grootste ketting aan het been van heel wat Europese landen die nu in de miserie zitten. Wij willen daarmee breken. Met die cultuur van geld uit te geven dat je niet hebt, daar willen wij mee breken. En waarom willen wij daarmee breken? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat het belang is van uw kinderen, van mijn kinderen en alles wat daarna komt. Om te zorgen dat we voor hen ook sociale welvaart kunnen voorzien. Dat we voor hen ook pensioenen kunnen betalen. Dat we kinderbijslag kunnen blijven betalen. Dat we zorg, ouderenzorg kunnen verzorgen. Daarvoor is dat nodig. Dat is geen fetisj, dat is niet omdat we dat graag doen. Dat is niet omdat we daar echt staan om te springen om dat te doen. Het is het zorg voor die mensen die na ons komen, dat we nu die maatregelen moeten nemen. Het is omdat we die rommel uit het verleden moeten opruimen, die in heel wat andere Europese landen ook bestaat. U weet zeer goed dat dat een zeer slechte opmerking is. Wij hebben hier al 4 jaar na elkaar, een begroting in evenwicht. Daar hebben wij samen voor gezorgd. Dus ik neem aan dat we die verwezenlijking niet onderuit gaan halen. Maar collega Diependalen, 2 dingen en dan zou ik graag verder gaan met mijn betoog. Op een nogal perfide manier. Dus je wenst niet meer onderbroken te worden? Minstens tijdelijk, voorzitter. Op een nogal perfide manier probeert u mij in de mond te leggen dat wij voor schuldopbouw zouden zijn. En tegelijkertijd zegt u dat we de bron uit het verleden moeten opkuisen. Wel, die bron uit het verleden, die zit daar, dat is meneer Muiters. En die bron uit het verleden, die zit ook in de Kamer, dat is meneer Van Mechelen. Dat is 10 jaar begrotingsbeleid in Vlaanderen, wat u bron noemt, maar die 10 jaar is wel op een andere manier ingevuld. Ik zou, als het mij toestaat, willen verder gaan. Voorzitter. Meneer De Meijer, alstublieft. Ik was eventjes aan het lezen, voorzitter. Meneer Van Malderen, ik las juist 2 Twitterberichten die ik u gewoon wil meegeven. Ik ken professor Van Damme, de gewezen kabinetchef van minister Van den Broeke. Absoluut. En ik lees dat hij schrijft: de huidige lage inschrijvingsgelden hoger onderwijs zijn sociaal onrechtvaardig, want omgekeerd herverdelen de besteding van publieke middelen. En het 2e Twitterbericht... De sociaal-democratische partijen in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben daarom vorige jaren hogere inschrijvingsgelden mee verdedigd, mits grote sociale correcties. En dat is toch de bedoeling dat we dit juist zouden doen. Meneer Tommelijn, dan kunnen dan op beide sprekers reageren. Meneer Tommelijn. Meneer Van Malderen, ik begrijp u hoe u zich voelt op dit moment, want u moet proberen een beeld op te hangen. En dat is natuurlijk al belangrijk als oppositiepartij, ik weet waarover ik praat. En u kiest al onmiddellijk voor een beeldvorming van de peage. En ik denk dat u daarmee het verkeerde voorbeeld kiest, meneer Van Malderen. Spijt mij voor u. Want dat is nu net de essentie van wat peage of tol is in bepaalde situaties. Dat is dat de gebruiker meebetaald voor investeringen die zullen moeten gedaan worden om dat wegennet effectief in orde te krijgen. En dat is natuurlijk het grote verschil en de grote benadering waar wij ook in verschillen. Inderdaad. Gij wilt alles zoveel mogelijk gratis maken. Gij wilt iedereen omwille van uw ideologie gratis op autosnelwegen laten rijden. En wat u dan wel wilt doen, zijn de belastingen verhogen, onder andere in het verleden de miserietax, om die snelwegen te onderhouden. En dat is het grote verschil, meneer Van Malderen, tussen gij en wij. Meneer Van Malderen. Als ik even mag, het is nogal ongebruikelijk dat de meerderheid de oppositie interpelleert. Maar meneer De Meijer, ik heb die tweets ook gelezen. En het moet mij van het hart. Van Damme schrijft daar bijzonder interessante dingen.
Maar u citeert hem wel zeer onvolledig. U citeert 2 tweets van 3. De eerste tweet is dat inderdaad kunstmatig lage inschrijvingsgelden omgekeerd herverdelend werken. 2, zegt u terecht, en dat zegt Van Damme ook, dat sociaal-democratische landen die verhoogd hebben. Maar 3, en dat verzwijgt u, zegt Van Damme ook, dat diezelfde landen de studietoelagen verhoogd en verbreed hebben. Dus ik vraag nu aan u, meneer De Meijer, waar staat in dit regeerakkoord dat u de studiebeurzen zal verhogen en verbreden? Meneer De Meijer. Waar staat dat? Meneer De Meijer. Heel wat passages. En we zullen 3 tweets, 3 keer 140 tekens, collega. Meneer De Meijer. Heel wat passages blijkt de grote sociale bekommernis ook van deze Vlaamse regering. Maar ik wil er alleen op wijzen, meneer Van Malderen, dat datgene wat professor Van Damme zegt, notoire socialist, heel wat genuanceerder is dan datgene wat u hier verteld hebt. En ik denk dat dit debat inderdaad in de loop van de weken en de maanden die komen verder zal moeten gevoerd worden. Mevrouw Meerman, en dan mevrouw Van de Bossen. Ja, als het gaat over onderwijs en de bekommernis over sociale gelijkheid, meneer De Meijer, mevrouw Kreevits ook, die ons probeert gerust te stellen, dan ben ik daar ook absoluut niet gerustgesteld in. Hè. Het komt in het hele regeerakkoord, want cijfers, oké, die hebben we niet. Hè. Dus we kunnen niet weten van, komen er extra middelen voor studiebeurzen, dat staat daar allemaal niet in. Maar wat ik wel heb, is de tekst over onderwijs. En daar staat letterlijk in. Onderwijs moet zich terugplooien op zijn kerntaken. En de maatschappelijke en opvoedkundige taak van onderwijs, in feite, dat is er te veel aan, dan moeten ze ze niet meer opnemen. Het woord sociale ongelijkheid, gelijke onderwijskansen, gok, komt daar niet meer in voor. Integendeel, er wordt gesteld, de werkingsmiddelen worden voor elk kind gelijk geschakeld. Wat betekent dat? De extra stimulansen die we 20 jaar lang hebben gegeven om die gelijke onderwijskansen te proberen realiseren, die tot stand gekomen zijn onder Van der Poorten, die worden nu geschrapt. De inschrijvingsgelden worden verhoogd. Er staat letterlijk in, sociale mix in onze scholen, we streven daar niet meer naar. De absolute vrije keuze willen wij garanderen. Dus als dat het onderwijsprogramma is, dat de CD&V onderschrijft, dat is een breuk met het verleden, een radicale ideologische breuk, die ik niet kan onderschrijven en waarvan ik hoop dat de CD&V ze ook niet kan onderschrijven. Dus als u nu zegt, mevrouw Kreevits, ik stel de studenten gerust, ik wil jullie geruststellen, dan heeft u ofwel het regeerakkoord niet goed gelezen, ofwel is dit al een eerste breuk in de meerderheid, waarvan we wellicht veel zullen zien deze legislatuur. Mevrouw Van de Bossen. Mevrouw Van de Bossen. Ja, ik wilde misschien gewoon even heel duidelijk meneer Van Damme eer aandoen door zijn werkelijke woorden mee te delen. Zijn werkelijke woorden bestaan inderdaad uit 3 tweets, waarin hij zegt dat sociaal-democratische partijen in andere landen vorig jaar een hogere inschrijvingsgelden mee verdedigd hebben, mits telkens grote sociale correcties. 2, dat hij het een goed stelsel vindt om hogere inschrijvingsgelden te hebben voor wie die kan betalen, maar enkel met substantieel hogere studiebeurzen en niet alleen voor de laagste inkomens. Dus meer studiebeurzen en hogere studiebeurzen voor veel meer mensen dan vandaag. Dan vindt hij dat een verdedigbaar idee. En 3, en dat heeft nog niemand gezegd, het objectief, zegt hij, om de groei studenten hoger onderwijs af te remmen, is volstrekt nefast. België is nu al bij de traagste groeiers hoger onderwijs in Europa. We hebben net meer skills nodig. Dus die toegang tot hoger onderwijs moet groot en breed zijn voor alle mensen die de mogelijkheid hebben om verder te studeren. Dat blijft onze grootste bekommernis. En we lezen niet in het regeerakkoord hoe de regering dat gaat oplossen. Meneer Van Malderen. Ik zou willen verder gaan, voorzitter, met nog te zeggen dat wij ons ook wel zorgen maken over de kwaliteit van het secundair onderwijs. Want ook op dat vlak is het regeerakkoord bijzonder vaag. Wordt het masterplan secundair onderwijs nu uitgevoerd of niet? Heeft, en ik zie dat collega Rutten niet aanwezig is, heeft mevrouw Rutten daar een oogje dichtgeknepen, want voor de verkiezingen nog tegen het masterplan. Is het de interpretatie bourgeois of is het toch de interpretatie waarbij men de schotten tussen ASO, TSO en BSO zou gaan wegwerken, zodanig dat
leerlingen uit het technisch en het beroepsonderwijs nu eens eindelijk het respect krijgen dat ze verdienen. Een respect dat bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven voor hen wegdraagt en het bedrijfsleven dat zegt dat dit tot duurzame vooruitgang zou kunnen leiden. We blijven daar compleet op onze honger. Waar we wel bevredigd worden, dat is in het aantal toetsen. We gaan heel veel toetsen. Op het einde van het basisonderwijs, op het einde van het secundair onderwijs, bij het begin van het hoger onderwijs. Simpele rekensom, collega Van Dijk. Er zijn grofweg 75.000 studenten en leerlingen per geboortejaar, per cohorte. Dus 3 keer toetsen, dat betekent dat je 225.000 leerlingen per jaar de revue zal laten passeren. En ik vraag me dan gewoon af, waar gaan we de werkingsmiddelen vinden, waar we grof de bijl inzetten, om dat te gaan organiseren? Gaan we echt naar een onderwijsmodel waarbij ouders nog meer dan vandaag mogen opdraven op de jaarlijkse wafelbak, op de spaghettiavond, op het mosselfestijn, op een crea-namiddag, op een benefiet om de school open te houden? U zal dat ongetwijfeld verdedigen als ondersteuning van het verenigingsleven. Dat kan zijn, maar dat is niet het verenigingsleven waar wij voor staan. Wij staan in de eerste plaats voor een goed onderwijs, collega's. Ik ga met u graag door naar peage nummer 2 en er volgen er nog wel een paar. Welzijn, wachtlijst. Dit regeerakkoord blijft zeer vaag over de aanpak van wachtlijst. Ze vinden geen enkel concreet engagement. Er staat één cijfer in, collega Diepenaal, ik kom daar straks op terug. En je kan ook die wachtlijsten niet oplossen als je geen prioriteit wil maken van investeren in zorg. We hebben vastgesteld dat met het bedrag dat naar voren wordt geschoven, deze regering eigenlijk het groeipad halveert. En alle drie, de rechtse partijen die deze regering vormen, waren daar in hetzelfde bedje ziek. Voor de verkiezingen was de sky the limit. 1 miljard, 1,9 miljard. Ik zie Ben Weitz nog altijd voor mij staan, samen met collega Stevens. Ook CD&V schoof grote bedragen naar voren. Allemaal beloftes om de noden te lenigen. En vandaag horen we hier 500 miljoen van. Nee, ik ga een spelletje spelen, collega Van Deursk. Wie van de drie grote sectoren, die allemaal met enorme noden zitten, zal u met die 500 miljoen proberen te bereiken? Gaan we naar kinderopvang? Gaan we naar gehandicaptenzorg? Of gaan we naar de bijzonder jeugdzorg? In elk van de drie domeinen hebben we vorige legislatuur belangrijke grote decreten gemaakt, die u allemaal met 500 miljoen zal moeten proberen uitvoeren. Daar waar alle ramingen voor de verkiezingen een veel hoger cijfer naar voren schoven. Wie zal u laten staan voor de slagboom voor de peage van de welzijnssector? Ouderenzorg. Met de 6e staatshervorming krijgt Vlaanderen de integrale bevoegdheid rond ouderenzorg. Wij verwachten dan een hele goede, gedragen visie in het regeerakkoord. Lokale besturen en hun taak, niks over terug te vinden. Wijkinitiatieven, niks over terug te vinden. In plaats van een concrete aanpak voor de alsmaar stijgende zorgfactuur gaat deze regering experimenteren. Experimenteren met vraaggestuurde financiering. We weten ongeveer hoe dat gaat. Lange aanbesteding, proefperiode, evaluatie, legislatuur voorbij voordat het weer. En daarbij gaat u voorbij aan de prioritaire vraag van mensen om hun rusthuisfactuur betaalbaar te maken. Mensen die in een rusthuis zitten hebben vaak maar één simpele vraag. En dat is dat hun factuur niet hoger is dan hun pensioen. Daar vinden we in dit regeerakkoord niets over terug. En het blijft niet beperkt tot de ouderenzorg. Het gaat ook over beschut wonen. Het gaat ook over psychiatrische verzorgingstehuizen. Betaalbaarheid is toegankelijkheid. En betaalbaarheid is in dit regeerakkoord niet aan de orde. Maximumfactuur in de thuiszorg geschrapt. De boodschap van deze regering aan senioren is: haal uw portemonnee boven. Haal uw portemonnee boven en betaal. Want als u voorbij de peage wil geraken, zal u moeten betalen en pas dan zal u kunnen genieten van de perfecte zorg die Vlaanderen u kan bieden. Peage nummer 3, wonen. Waarbij we de vraag moeten stellen wie er precies baat heeft bij heel die aanpak. In elk geval niet de middenklasse. Voor de crisis, of door de crisis, hebben heel veel gezinnen de aankoop van hun woning moeten uitstellen. We weten allemaal dat banken veel moeilijker leningen geven dan doorheen. Voorheen. En vandaag krijgen we het antwoord van de Vlaamse regering. Woonbonus drastisch en onmiddellijk beperkt, €1.300 per jaar. Het is van in het begin klaar en duidelijk dat deze regering de prioriteit niet heeft gelegd
bij de middenklasse, niet bij de jonge en startende koppels die dromen van een eigen dak boven hun hoofd, die dromen van een gezin te stichten, een eigen leven uit te bouwen. Ook hier plotseling de slagboom voor hun neus dicht. En men probeert dit goed te praten door te verwijzen naar de economie die meer zuurstof nodig heeft. Meneer Van den Heuvel? Zonder, als ik nog even de bedenking mag afmaken, zonder daarbij stil te staan wat effect dit kan hebben op die economie. In Nederland heeft men 2 jaar geleden gelijkaardige maatregelen genomen en daar zien we nu nog altijd een recessie in de bouwsector. Het is de bouwsector zelf die waarschuwde voor een krimp van 5%. Ik weet niet voor wie dit beleid goed is. Ik weet wel dat het slecht is voor de economie. Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer de voorzitter, meneer Van Malderen. U gooit inderdaad toch weer alles mooi op een hoopje. Ik denk dat het heel belangrijk is wanneer we de toekomst willen vrijwaren. En inderdaad aan jonge gezinnen een huisverwerving mogelijk willen maken. Dat we dus die woonbonus op een goede manier moeten moduleren. 1, het is heel duidelijk, de bestaande contracten die worden nageleefd. Dat is een heel belangrijk principe wat we voor de verkiezing hebben gezegd. En er zijn partijen hier in dit midden dat dat niet nodig achten, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dat wordt duidelijk gehonoreerd. En 2, er wordt inderdaad aan gemoduleerd. Maar ik lees in uw partijprogramma, wat lees ik daar? Wij gaan de woonbonus socialer maken door de aftrek tegen een gemiddeld tarief te moduleren. Dus ook in uw programma hebt u aanzetten gegeven die dus nu als principe in dit regeerakkoord staan. Dus nu hier komen schreeuwen dus dat dit echt uit de hemel valt. Nou, ik ben daar echt heel verwonderd over. Deze regering gaat ervoor zorgen dat op lange termijn de woonbonus en de eigendomsverwerving in Vlaanderen door jonge gezinnen mogelijk blijft en zal blijven. Meneer Van Malderen. Mogelijk, maar moeilijker. Mogelijk, maar moeilijker. Alweer, de markt wordt niet afgesloten, maar er staat een slagboom en men moet meer betalen. Dat is het verschil. We hebben ook in ons partijprogramma inderdaad ervoor gezorgd om die woonbonus in de toekomst mogelijk te maken door op een andere manier ernaar te kijken. U hebt zelf het woord gebruikt, je moet het op een goede manier moduleren. Wat hiervoor ligt, is voor ons absoluut geen goede manier. En als ik mag, meneer Van den Heuvel, misschien nog een aantal andere voorbeelden, hè. Want het is niet dat u voortdurend zegt van we schaffen dit af of we schaffen dat af. De toegang wordt beperkt, wordt moeilijker gemaakt. Men neemt heel wat mensen van alles af en dan zegt men, ah, maar wij, de CD&V, hebben sociale correcties ingevoerd. Wel, die sociale correcties die zijn dan meestal blijkbaar voor zo'n kleine groep, dat het eigenlijk bijna niet meer relevant wordt. Bijvoorbeeld de subsidies voor dakisolatie. Worden gradueel afgebouwd en men gaat naar subsidiering van een totaalrenovatie. Renovatie blijft mogelijk. Maar degenen die er niet in slagen om de middelen op te brengen om een totaalrenovatie in één keer te financieren, die zijn wel de pineut van dit verhaal. En er zijn sociale correcties. Ja, er zijn sociale correcties. Maar je moet bijna dakloos zijn om in uw systeem van sociale correcties dakisolatie te kunnen krijgen. Dat zijn de barrières die u inbouwt. Dat is het peageland Vlaanderen van vandaag. En dan heb ik het nog niet over het minder bouwen van sociale woningen. Dan heb ik het nog niet over mensen die werk vinden die we dan blijkbaar uit hun sociale woningen gaan zetten. Qua activeringspolitiek kan dat tellen. Peage nummer 4, mobiliteit. Peage nummer 4, mobiliteit. Chris Peters. Chris Peters is slechts één van de experten die brandhout maakt van het luik mobiliteit. Ik heb het niet over de federale co-formateur, maar over een expert. En hij zegt daarover, het hoofdstuk mobiliteit getuigt van geen enkele ambitie om werk te maken van een duurzame oplossing voor urgente problemen waar Vlaanderen mee kampt. Vlaanderen snakt naar oplossingen en maatregelen voor de toekomst, maar we stappen in een teletijdmachine die ons naar de vorige eeuw brengt. Waar wij in de jaren 90 begonnen zijn met investeringen in een beter, een toegankelijker, een betaalbaar en een gedeeld openbaar vervoer, omdat we er een hefboom in zien voor een duurzamer verplaatsingsgedrag, maar ook een manier om mensen uit een sociaal isolement te halen, ook mobiliteit als een manier om sociaal beleid te voeren, kiest men er nu voor om het openbaar vervoer opnieuw te reduceren tot iets aanvullends. De dienstverlening wordt afgebouwd. Koning Auto staat op 1. Is dat nu echt het pad, collega's, dat we willen volgen naar een moderne samenleving? Deze regering zal de reiziger meer laten betalen voor minder dienstverlening,
Bustickets worden duurder. Ouderen wordt basismobiliteit ontzegd. En dan avond- en nachtvervoer moeten worden gecofinancierd door de steden en gemeenten. En specifiek voor dit aanbod komen er ook aparte tarieven. Dus nog duurder. Na de kantooruren in Vlaanderen is openbaar vervoer een luxe product. Niet alleen jaagt men op die manier mensen de auto in, maar diegenen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer, die hebben geen alternatief. En dat alternatief wordt hen door u ontzegd. Van een modal shift is al helemaal geen sprake meer. Alle vervoersmodi zijn evenwaardig. We zien geen investeringen voor een duurzame omslag naar slimme en groene mobiliteit. We vinden niks terug over nieuwe concepten in zaken gedeelde mobiliteit. Hoe denkt u nu echt, regering, dat u de schade aan natuur, milieu en gezondheid op die manier zal terugdringen? De conclusie is alweer, de factuur wordt betaald door de gezinnen. Het regeerakkoord reduceert mobiliteit tot autoverkeer en beton. Terwijl je het fileprobleem alleen kan oplossen door net ook meer te investeren in openbaar vervoer. Dit is een verontrustende, dit is een totaal voorbijgestreefde visie op mobiliteit. Dames en heren van de meerderheid, welkom in de vorige eeuw. Peage nummer 5, werk. Het Vlaams regeerakkoord stelt duidelijk dat men de verplichting van 60% werkzoekenden en leefloners aan te werven bij de dienstencheckbedrijven wil afschaffen. Nochtans zagen we door deze maatregel dat dienstencheckbedrijven net meer werkzoekenden en leefloners zou aanwerven. Dit is een activeringspolitiek in een van de weinige sectoren die dit land kent, waar je laag en zeer laag geschoolden aan de slag kunt helpen. Als vandaag de werkloosheid in dit land bij vrouwen lager is dan bij mannen, dan is dit enkel en alleen toe te wijzen aan de sector van de dienstenchecks. Door deze maatregel af te schaffen, vrezen we, zullen die mensen het slachtoffer worden van sociale dumping en zullen de allerzwaksten opnieuw de weg naar het zwarte circuit gaan opzoeken, net dat zwarte circuit waar we ze met dienstenchecks hebben uitgehaald. Ik vraag uw aandacht voor een tweede groep, de onthaalhouders. Een volwaardig statuut, al veel beloofd in elke verkiezingscampagne opnieuw. Een volwaardig statuut voor onthaalhouders blijft ook nu uit. Maar in tegendeel, zij dreigen twee keer het kind van de rekening te worden, want zij behoren immers tot die doelgroep waarvoor de RSZ-verminderingen golden en die met de overheden van de bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau gedecimeerd worden. Deze Vlaamse regering kent nog drie doelgroepen. Jongeren, 55-plussers en personen met een handicap, en zij kunnen rekenen op loonkostverminderende maatregelen. Daar waar alle economen u zullen zeggen dat die steunmaatregelen het meest efficiënt zijn, daar waar de afstand tot het arbeidsmarkt het grootst is, en dat is met name het geval voor de laaggeschoolden, deze Vlaamse regering miskent, negeert compleet de laaggeschoolden in dit land. En als het u dus echt menens is, mensen van de meerderheid en van de regering, als u echt die mensen aan de slag wil helpen, waarom negeert u dan de doelgroep waar deze middelen het meest efficiënt zullen kunnen worden ingezet? Ik kan me ook voorstellen dat nogal wat werkgevers in dit land rekenen op die ondersteuning om laaggeschoolden aan de slag te helpen. Een vraag die u compleet, compleet negeert. Peage nummer 7, energie. Ook hier, het plaatje wordt ondertussen duidelijk, wentelt men de kost voor energie volledig af op de gezinnen en de KMO's om de grootste bedrijven en de begroting te sparen. Enkele jaren geleden klonk het stevast dat het onmogelijk was om de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen op het gemiddelde van onze omringende landen te brengen. En toch hebben we dat gerealiseerd. Omdat we het wilden. Omdat we er de politieke energie in gestoken hebben. En vandaag horen we opnieuw, het kan niet. Computer 6.0. Als het kan voor de grootste bedrijven, dames en heren van de regering, zoals het regeerakkoord letterlijk voorstelt, waarom kan het dan niet voor KMO's? Waarom kan het dan niet voor de gezinnen? Omdat men het niet wil. Niet omdat men het niet kan, maar omdat men andere keuzes heeft gemaakt. Peage nummer 8. Milieu en klimaat. De ambities om voorloper te zijn op vlak van klimaatbeleid zijn compleet, compleet afwezig. De regering negeert de economische opportuniteiten van een ambitieus klimaatbeleid compleet. De Vlaamse doelstellingen worden impliciet gekoppeld aan wat andere lidstaten doen. Middle of the road, maar niet richting vooruitgang. Wat we een gemiste kans vinden, is dat in dit regeerakkoord onvoldoende middelen worden uitgetrokken om bijvoorbeeld de uitdagingen die er zijn in zaken energiebesparingen in het patrimonium van huurwoningen te verbeteren.
Heel wat steden en regio's in het buitenland tonen aan dat economische groei hand in hand kan gaan met klimaatneutrale groene economie en investeringen. En dit regeerakkoord doet dat onvoldoende. Het zijn niet mijn woorden, opnieuw niet, maar het zijn de woorden van Bond Beter Leefmilieu. Bond Beter Leefmilieu koestert nog de hoop dat in beleidsnota's en beleidsbrieven diverse vakministers hierover meer duidelijkheid zullen verschaffen. We zullen samen met hen dit zeer scherp in het oog houden. De ambities voor de volgende minister van Milieu zijn bijzonder mager. BBL beweert alvast dat op vlak van luchtkwaliteit en mobiliteit het niet duidelijk is hoe Vlaanderen de noodzakelijke omslag kan maken, waardoor we het de Europese instellingen halen. Dit is een peillage voor de volgende generatie. U had het daarnet over de volgende generatie. De gemankeerde ambitie in zaken klimaat is de rekening effectief doorschuiven naar een volgende generatie. Peillage nummer 9, armoedebestrijding. Heel wat passages in het regeerakkoord maken het netwerk tegen armoede bijzonder ongerust. Zij kunnen er immers voor zorgen dat de armoedecijfers verder zullen toenemen in plaats van dat men de doelstellingen tegen 2020 zou halen. In zaken belangrijke domeinen als wonen, onderwijs, gezondheid, energie en kinderbijslag kiest deze regering voor maatregelen die dreigen de armoede nog te vergroten. Dik zit het netwerk tegen armoede. We hebben ondertussen de reactie van mevrouw Homans op dat punt gezien. Wij hebben dat al eerder mogen onderkennen. Men dreigt met nog grotere besparingen. Het is bijzonder jammer dat het ondersteunen en versterken van wijkgezondheidscentra niet uitdrukkelijk genoemd wordt. Over het aanpakken van de problematiek, dat heeft collega Meuleman daarnet al gezegd, van stijgende kosten in het onderwijs is niets terug te vinden. De plannen op vlak van inschrijvingsgeld over onderwijs hebben we daarnet al besproken. Het zijn stuk voor stuk elementen die erop wijzen. En ik kan nog het aantal keren dat armoedebeleid voorkomt ook tellen. Dat staat helemaal achteraan het lijstje, samen met gelijke kansen trouwens. Het is een indicatie van hoe belangrijk deze regering armoedebestrijding vindt. PH-nummer, ik zou moeten tellen, ondertussen 10, cultuur en media. Het belang van ondernemerschap op vlak van cultuur wordt centraal gezet in dit akkoord. Maar, het moet me van het hart, velen hebben zich op sociale media in vergenoegd om opmerkingen te maken over de schrijfstijl en over schrijffouten en over komma's enzovoort. Maar dit is toch ook wel een mooie. Het belang van ondernemerschap op vlak van cultuur wordt centraal gezet in dit akkoord. Maar, en dat is dan wellicht de CD&V-toevoeging, dat mag niet leiden tot economisering van de sector en verschaling van het aanbod. Enerzijds, anderzijds. Vage begrippen als kwaliteit en prestigieus moeten besparingen maskeren. Het lijkt erop dat het cultuur- en mediabeleid een FOCA-stempel krijgt. Als je de markt vrij spel geeft, komt de kwaliteit onder druk, er moet een evenwicht zijn en dat is er niet. Dat zegt niet Bart van Malderen, dat zegt Stijn Konings. Nu, ik wil toch wel iets positiefs zeggen. Open VLD, en het is jammer dat mevrouw Rutte hier niet is, levert met meneer Sven Gats, de mediaminister. En ik vind dat een hele goede zaak. Ik vind het heel goed dat de VLD iemand extern heeft aangetrokken om media, cultuur en jeugd te gaan opvolgen en hard maken in deze Vlaamse regering. En we gaan hem daar... Hey, dat is echt, meen dat uit de grond van mijn hart, dat is een hele goede keuze van Gwendoline. Ik snap ook waarom dat ze extern gegaan is. Het is niet dat er geen kwaliteit of zo aanwezig is. Ik durf dat niet zeggen, meneer Tommelijn, meneer Somers. Als we de krant mogen lezen. Nee. We hebben het VLD-programma erop nagelezen. En we hebben daar eerlijk gezegd niks teruggevonden over cultuur en media. Nul, geen gebenedijd woord. Dus ik snap en ik wens mevrouw Gats, meneer Gats en mevrouw Rutte te feliciteren om extern gegaan te zijn. We gaan u met veel plezier veel inspiratie bieden als extern consulent van deze Vlaamse regering. Meneer De Geugt. Ah, sorry, ik was nog een kandidaat vergeten, meneer De Geugt. Meneer De Geugt. Meneer De Geugt en dan meneer Tommelijn. Ah, meneer Tommelijn. Ja, u krijgt toelating. Ja. Sorry, meneer De Geugt, ik kan er waarschijnlijk aan toevoegen, maar ik ga maar iets aan toevoegen. Collega Van Malderen, als jij denkt dat wij effectief geen programma hadden waar cultuur en media in stond, dan vergist u zich schromelijk. Ik weet niet waar u die fabel haalt. En er is maar één iets... Van uw website, collega. En er is al één iets... Ja, dan heb jij niet goed gelezen, dan heb jij dat op een verkeerd moment gelezen, maar we hebben een congres gehouden waar cultuur en media
zeker aan bod kwam en duidelijk aan bod gekomen is. En er is maar één iets duidelijk, meneer Van Malderen. Eén iets al duidelijk, heel symbolisch. Ja? Als jij nu denkt dat de mensen in Vlaanderen denken dat wij geen visie hebben op cultuur, alleen maar de afschaffing van uw dwaze, domme uitvinding van het derde net dat een volledig aanbod moest krijgen, is voor ons al voldoende. Want die dwaasheid is er eindelijk uit. Helemaal de... Ik gun u therapeutische oprisping, collega. Het moet diep gezeten hebben. Het is er eens af. U bent het kwijt. U bent ook de ministerpost kwijt, maar bij deze. Collega's, ik ga stilaan afronden. En samen, ik heb u meegenomen langs een rondlid, langs 10 peages, langs 10 slagbomen, 10 barrières die deze Vlaamse regering heeft opgeworpen. En ik probeer nu u samen te vatten wat dit betekent voor de portemonnee van een modaal Vlaams gezin. Want naast de armoedetoets, waarvoor dit regeerakkoord compleet faalt, zou deze regering ook beter werk maken van een gezinstoets. Want gezinnen komen er immers bekaaid vanaf en betalen, dat hebben we aangetoond, de factuur van deze regeringsvorm. En laten we dus de gezinstoets doen op een modaal Vlaams gezin. Een koppel en 3 kinderen. Een tweeling, 18 jaar, goede studenten, Latijn gedaan, zitten nu aan de universiteit, Wouter en Bart. Wouter en Bart, allebei 18 jaar. Samen opgegroeid als tweeling, je kent dat, af en toe in de puberteit, een beetje problemen, een beetje uit elkaar gegroeid, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zitten vandaag opnieuw samen op kot. En dan het derde kind in het gezin, een beetje een nakomertje, 6 jaar oud, ons Gwendolientje. Een bloem van een kind. Een bloem van een kind. En een brave. Echt een braaf kind. S'avonds laat, s'nachts, je hoort die bijna niet. En men zegt zelfs dat de komst van Gwendolientje de relatie gered heeft. Er zat een beetje spanning op. Het ging wat moeilijk. Er was nog een inwonende onkel, die moest verhuizen. En zodra dus onkel Chris een andere woonstad, huisje wel tevreden, de relatie gered. En dus in het gezin, het mooie Vlaamse gezin van Bart en Wouter en Gwendolientje, is alles goed. En dan komt de bourgeoisregering. Ik ga eens meenemen. Kinderbijslag, €179 minder per maand door de plannen van de regering met de kinderbijslag. €2.154 per jaar. Energie, €125 per jaar meer op de factuur. Water, €175 per jaar meer op de factuur. Woonbonus, €1.300 per jaar minder. Hoger onderwijs voor onze tweeling, minstens €800 per jaar die men extra zal betalen. Per jaar, collega's, loopt de rekening van deze factuurregering al snel op tot €4.554 voor dit gezin. En dan vergeten we de duurdere bussen, dan vergeten we de andere verhogingen van prijzen van uw factuur die u aan de mensen voorlegt, waarvoor deze mensen geen betere dienstverlening krijgen en waarvoor ze alles betaald hebben, collega Tommelen. Waar het goed voor is, dat zal u ongetwijfeld uitleggen. Maar ik ben er zeker van dat deze regering van dit gezin geen 17 op 20 zal krijgen. Want collega's, het is overduidelijk. Dit is geen model waar we met z'n allen op vooruit gaan. Dit is een model waar alleen de allersterksten erop vooruit gaan. Dit is een beleid waar vooruitgang alleen mogelijk is voor een kleine groep van echt sterke winnaars. Deze factuurregering creëert drempels en ontneemt Vlamingen kansen. In plaats van Vlamingen te versterken
en ze ervoor uit te helpen. In dit model wordt de overheid gereduceerd tot een kassier, tot een tollenaar die alleen nog ontvangt en niet langer investeert in mensen. Deze factuurregering is alleen bezorgd om haar eigen rekening en niet die van miljoenen Vlaamse gezinnen. Verbinden, vertrouwen en vooruitgang doe je niet door het inschrijvingsgeld te verdubbelen. Doe je niet door werkingsmiddelen te verlagen. Dat doe je niet door de kinderbijslag te verminderen. Dat doe je niet door de energie- en waterfactuur voor gezinnen te laten stijgen om grote bedrijven een plezier te doen. Dat doe je niet door alle kosten voor zorg door te rekenen aan senioren in plaats van een maximumfactuur in te voeren. Verbinden doe je niet door de tarieven van de lijn te verhogen of ouderen de toegang tot mobiliteit te ontzeggen. Nee, collega's, deze ploeg verbindt de Vlamingen niet. Ze zaait verdeeldheid. Ze maakt dat iedereen met eigen middelen de moeilijke kool moet oprijden. En als je geen klimmer bent, of als je misschien nog nooit met een fiets hebt gereden, dan is dat je eigen schuld. Je moet je plan maar trekken om binnen de tijdslimiet de finish te halen. Zo niet, word je uit de wedstrijd genomen. Wij zijn ongerust, wij zijn diep bezorgd en we zijn ook boos. En dus zullen wij met ontzettend veel kracht en overtuiging onze rol in de oppositie vervullen. Dat zijn we schatplichtig, collega's, aan alle Vlamingen die wel een warme samenleving en een solidaire samenleving genegen zijn. Dat zijn we schatplichtig aan al die miljoenen Vlamingen die vandaag alleen maar verliezen bij uw V-plan. Die alleen maar achteruit gaan in plaats van vooruit gaan. En daarom beloven wij aan al die Vlamingen plechtig. Wij zullen alles in het werk stellen om die geniepige facturen, die geniepige gezinsbelastingen, die peages, die barrières, die slagbomen af te breken. Zodat die Vlamingen opnieuw voluit kunnen geloven dat ze wel alle kansen krijgen. Met een overheid die aan hun kant staat, met een overheid die een springplank aanbiedt in plaats van een slagboom op elke hoek van de straat. Dat is de taak, collega's, beste leden van de regering en de meerderheid, die wij met veel enthousiasme zullen opnemen. En wij zullen dus dit regeerakkoord geenszins goedkeuren. Met dit benalen. Meneer Gaat, minister Gaat. Collega Van Balderen, ik dank u voor uw mooie woorden, al ben ik natuurlijk meer dan ooit op mijn hoede nu. Ik moet zeggen, ik vond uw speech goed, veel Shakespeare, maar iets te veel Bertolt Brecht. En iets te rauw realistisch, en in die zin was uw vertolking alvast een goede bijdrage tot het cultuurbeleid van dit Vlaams parlement en deze Vlaamse regering. Dank u. Dank u. Meneer Diependalen. Meneer de voorzitter, meneer de minister-president, heren en dames ministers, collega's. Het zal u niet verbazen, maar voor u staat een bijzonder tevreden man. Na heel wat dagen en op de gezichten van sommige ministers ook te zien heel wat nachten onderhandelen, werd gisteren in dit halfrond een gedragen regeerverklaring gebracht. De uitslag van de Vlaamse verkiezingen had het voordeel van de duidelijkheid. De Vlaming stemde voor verandering. En samen met CD&V en VLD keurde ook mijn partij dit regeerakkoord donderdagavond met grote overtuiging, met groot vertrouwen, goed. En ik leg u graag toe waarom mijn fractie deze coalitie en dit akkoord steunt. Collega Van Malderen, ik moet wel zeggen, het is mogelijk dat wij een verschillende tekst gekregen hebben, want ik heb u daar juist heel wat zaken over zeggen die ik in elk geval niet gelezen heb in dit akkoord. Het reglement geeft mij 1,5 uur de tijd, maar wees gerust, ik denk dat ik zal toekomen met 1 uur en 20 minuten. Dus dames en heren, de torenhoge uitdagingen waar Vlaanderen voor staat, zijn ons allemaal meer dan voldoende bekend. En om die uitdagingen krachtdadig aan te gaan, heeft Vlaanderen een sterke regering nodig. Een regering die breed gedragen is door de bevolking en dus ook in dit parlement. En met de ploeg die u voor u ziet, krijgt Vlaanderen die sterke regering. Met 3 partijen die de neuzen in dezelfde richting hebben staan. Niet alleen vertegenwoordigt zij heel wat zetels in dit parlement, maar ook 2/3, zomaar eventjes 2/3 van de Vlaamse kiezers. We kunnen dus geruststellen dat met deze regering de Vlaamse kiezer krijgt waarvoor hij heeft gestemd. En met het regeerakkoord dat we vandaag bespreken, willen wij dan ook een antwoord geven op die gigantische uitdagingen waarvoor we staan. Zoals de minister-president gisteren in zijn verklaring toelichtte, staan in dit VVV-akkoord 3 kernwoorden centraal.
Vertrouwen, verbinden om vooruit te gaan. Met die drie kernwoorden willen we een cultuuromslag in het beleid brengen. Een andere mindset die erin bestaat dat deze overheid zichzelf grenzen oplegt. Want collega's, laat het duidelijk zijn, het is niet met nieuwe regels. Het is niet met meer betutteling. Het is niet met meer administratie of nieuwe lasten dat we onze samenleving vooruit helpen. Het is integendeel met vertrouwen in de vrijheid van de burgers dat we samen vooruit gaan. En daarbij laten we niemand achter, laten we niemand in de kou staan. En begrijp me niet verkeerd, wij zijn niet tegen een overheid, absoluut niet. Maar wij zijn voor een overheid die vertrouwen geeft. Lao Tse, en dat is geen panda, maar een Chinees filosoof, die zei ooit, wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer zelf het vertrouwen van anderen winnen. Want nu, deze regering, deze meerderheid, gaat voor dat vertrouwen. Dat is de cultuuromslag die de basis vormt van dit VVV-akkoord. En zoals de minister-president gisteren zei, wil deze Vlaamse regering met het vertrouwensbeginsel een van de meest fundamentele hervormingen doorvoeren sinds het begin van de Vlaamse autonomie. En wij willen dit doen omdat wij geloof hebben. Omdat wij geloof hebben in het rijk verenigingsleven in Vlaanderen. Omdat wij geloof hebben in onze lokale besturen, die het dichtst bij de burgers staan. Omdat wij geloof hebben in ondernemers die welvaart creëren. Omdat wij geloven in het gezin als hoeksteen van onze samenleving. Omdat wij geloven in de competentie en flexibiliteit van een moderne administratie. Omdat wij geloven in de dynamiek van de hardwerkende Vlaming, maar evenzeer omdat wij geloven in de helpende hand van de zorgende Vlaming. En tenslotte omdat wij geloven in de sociale partners, die een decennia lange ervaring hebben met ons sociaal overlegmodel en via inspraak meer dan een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze maatschappij. Dat is het geloof en het vertrouwen dat wij in de plaats stellen van betutteling of regelneverij. En ook de vorige regering heeft daar wel degelijk al stappen in gezet. Maar wij willen met deze ploeg een echte sprong maken. Vertrouwen schenken nemen we consequent als uitgangspunt in elk beleidsdomein. En ik geef u enkele voorbeelden wat dat betekent. We nemen als overheid, als toezichthoudende overheid, een andere houding aan tegenover steden en gemeenten, die zelf hun bestuurskracht willen uitbouwen. Ik ga ervan uit dat de vele schepenen en burgemeesters in dit halfrond, van welke partij ook, dat zullen toejuichen. En hoe tevreden was alvast de burgemeester van Gent toen hij hoorde dat zijn stad zou ontvoogd worden van de provincie. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat de Vlaamse overheid en de lokale overheden elkaar de hand reiken in plaats van elkaar met de vinger te wijzen. Nog meer dan in andere beleidsdomeinen geldt dit ten aanzien van het onderwijsveld. De scholen, de scholengemeenschappen, de leerkrachten, ook zij krijgen meer autonomie. De klemtoon komt te liggen op het kwaliteitsbeleid dat scholen zelf ontwikkelen. We geven scholen meer vrijheid voor het invullen van hun curriculum en leerkrachten krijgen meer vrijheid om te doen waar zij goed in zijn, om te doen wat ze moeten doen. En dat is lesgeven. Ten aanzien van onze overheidsadministratie streven we naar een slanke overheid. In elk beleidsdomein waarop de Vlaamse overheid actief is, wordt een kerntakenplan opgemaakt dat aangeeft welke van de huidige activiteiten essentieel zijn. En tenslotte, als voorbeeld, onze ondernemingen geven we meer vertrouwen door hen hopelijk samen met de andere overheden in dit land maximaal te bevrijden van administratieve en andere overlasten. Vlaanderen heeft nood aan ondernemingszin, maar vooral ook aan ondernemers die zin hebben. En die zin krijgen ze pas als ze voelen dat ze vertrouwen en respect krijgen. Beste regeringsleden, meneer de minister-president, vertrouwen moeten we natuurlijk ook verdienen. Elke dag opnieuw. Dat geldt des te meer voor een overheid. En om vertrouwen te verdienen, dient de regering in de eerste plaats eerlijk te zijn. En leden van de regering, u bent ook eerlijk geweest. Reeds tijdens de onderhandelingen hebben jullie duidelijk laten verstaan dat dit geen Sinterklaasregering zou worden. We moeten zomaar eventjes op zoek naar 1,4 miljard euro
om onze begroting uit het rood te houden. Dat heeft, zoals u weet, in de eerste plaats te maken met de zesde staatshervorming en de bijhorende nieuwe financieringswet. Maar daarnaast dragen we ook nog steeds de gevolgen van de economische crisis en paste de Europese Unie ook aan Koert Roet haar regels, haar ESER begrotingsregels aan. Anderzijds weten we ook dat door de vergrijzing de overheid geconfronteerd zal worden met een toenemende zorgvraag. Tegen 2030 verwachten we bijna een kwart 65-plussers in de Vlaamse bevolking tegenover 19% vandaag. De verhouding tussen de bevolking van 65 jaar en ouder en de bevolking op arbeidsleeftijd zou toenemen van 26% naar 40% in 2030. En dat heeft gevolgen voor diverse zorgvragen, waar deze meerderheid niet aan voorbij mag gaan. Ik kom daar straks op terug. Nu, het is die combinatie van factoren die maakt in de onderhandelingen geen makkelijke oefening. Ook de rest van de rit zal niet altijd gemakkelijk zijn. Nu, een begroting in evenwicht, zoals Vlaanderen die ook de voorbije jaren met de vorige partners afleverde, is voor mijn fractie essentieel. Niet omwille van een of andere fixatie op begrotingstabellen, maar wel omdat we allemaal weten dat de tekorten van nu de belastingen van morgen zijn. Elke goede huisvader weet dat je 1 euro maar 1 keer kan uitgeven. En alle schulden moeten vroeg of laat worden terugbetaald. Wij weigeren dan ook de toekomstige generaties op te zadelen met onze schulden, met de gevolgen van ons deficitair beleid. Daar doen wij niet aan mee. En wij zijn er dan ook van overtuigd dat een begroting in evenwicht op lange termijn de beste verzekering is om onze welvaart van ons en van onze kinderen in stand te houden. Meneer Tobak. Ja, ik wou toch graag de spreker even wijzen op het feit dat die slogan die u nu al een paar keer gebruikt en die meneer Van den Heuvel ook gebruikt heeft, van het gaat over de vorige generaties die we niet mogen opzadelen met een last. Ik vind dat je toch eens de retoriek mag toetsen aan de realiteit. En uit al de voorbeelden die meneer Van Malderen daarnet heeft genoemd, moet ik u toch op wijzen dat op die bus, 's nachts, daar zitten jonge mensen. Op die school, die je duurder maakt, daar zitten kinderen. Op die universiteiten, daar zitten de jonge mensen, de generatie van de toekomst. Al de dingen waarop u die kost en uw begrotingsbeleid verhaalt, zijn precies investeringen in de toekomstige generatie. Wat u doet, is het omgekeerde van uw slogan. Het is precies in de dingen, of het nu van kinderopvang, onthaalouders, onderwijs, scholen, universiteiten, nachtbussen, uitgaansmogelijkheden. Het is de jonge generatie die in uw voorstellen heel de factuur betaalt. Uw slogan aan de hand van dit regeerakkoord komt nog niet voorbij de toelatingsproef als je van de realiteit probeert te toetsen. Dus hou op met die retoriek wanneer u precies het omgekeerde doet en alle kosten en alle lasten en alle barelen op de weg van de jonge generatie van vandaag aan het leggen bent in dit akkoord. Meneer Diependaal. Meneer Tabak, ik ga u een geheimpje vertellen dat ondertussen zo wat 85% van de bevolking wel al doorheeft. Gratis bestaat niet. Iemand betaalt vroeg of laat de factuur. Altijd is er iemand die een factuur betaalt. En wat wij vandaag willen doen met deze regering is keuzes maken. Is duidelijke keuzes maken van waar we precies in investeren. En waarom doen wij dat? Wij nemen niet graag mensen zaken af hoor. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar wij doen dat omdat we die ruimte nodig hebben om te investeren in zorg. In sociale welvaart, in innovatie, in de toekomst veiligstellen voor onze kinderen. Dat is wat we doen. We kunnen ons geen foliekjes meer verantwoorden. Tobak. Dit gaat niet over gratis. Dit gaat over investeren. Wanneer u praat over innovatie, ik zal u zeggen waar innovatie uit komt. Innovatie komt uit onderzoek. Onderzoek komt uit universiteiten. Universiteiten leiden mensen op om dat onderzoek en die innovatie mogelijk te maken. En wat u doet, is de deur daarvoor dicht doen. De drempel hoger maken. En dus daarom, einde aan innovatie. Meneer Tabak, en dus daarom moeten we die nachtbussen gratis houden. Dat was uw voorbeeld. U had het over die bussen. Dus daarom moeten die bussen gratis zijn om die mensen te kunnen naar school voeren of zo. Kom aan, laat ons ernstig blijven. Gratis bestaat niet. Ik ben blij dat de bevolking dat wel begrepen heeft. Nu u nog. Meneer Meuleman. Onze kinderen... Meneer Meuleman, alsjeblieft.
Meneer Meuleman. Ja, hij zei het in plaats van mevrouw Meuleman, doe ik een meneer Meuleman. Hè. Dus, wat is het? Meneer Sanctoorn. Anders had ik gezegd, u moet misschien iets van bril veranderen. Aangezien dat u personen verwacht. Nee, meneer Diependalen, ja, dat is duidelijk het credo van de huidige meerderheid. Hè. Dus inderdaad, die budgettaire schuld, die mag niet bijgekreed worden of die mag niet toenemen. Gratis bestaat niet. En dat gaan we waarschijnlijk de komende 5 jaar horen. Wel, ik ben het met u eens. Ik ben het met u eens. Inderdaad, budgettaire schuld is geen goede zaak. Maar wat met de sociale schuld? Wat met de ecologische schuld? Als je bijvoorbeeld luchtkwaliteit, klimaat, als je die groene thema's bekijkt in dit regeerakkoord, ja, dan lijkt het wel alsof toen N-VA en CD&V een akkoord hadden gemaakt en de liberalen kwamen op het einde even langs om hun handtekening te zetten, dat we nadien dachten van, tja, we zijn milieu en natuur vergeten en we gaan nog vlug een hoofdstukje toevoegen. Het mist elke ambitie, en dat gaat ook over de toekomstige generaties. Dat gaat over de gezondheid van de Vlamingen, dat gaat over de klimaatverandering waar we mee worden geconfronteerd in Vlaanderen. Dat gaat ook over die toekomstige generaties. En twee, gratis bestaat niet. Opnieuw, ik ben het met u eens. Bijvoorbeeld de gratis hoeveelheid water, gratis hoeveelheid elektriciteit. Iemand moet dat betalen. Maar eigenlijk gaat dat niet over al dan niet gratis elektriciteit of water geven. Dat gaat over een sociaal-ecologische herverdeling. Want wat betekent gratis water? Dat betekent dat je mensen een basispakket water geeft voor een menswaardig leven. Bovendien is het ook een progressieve tarief. Aangezien dat naarmate dat je meer verbruikt, meer water verbruikt, ook meer betaalt. Dus het is ook ecologisch. Gratis bestaat niet, maar mogen we alsjeblieft ook nog sociale en ecologische maatregelen treffen. Maar blijkbaar ziet de Vlaamse regering dat zo niet. Meneer Diependalen. Meneer Sanctoorn, dank u wel voor het feit dat u inderdaad begrijpt dat het gratis verhaal ten einde is en dat gratis niet bestaat. Maar laat het zeer duidelijk zijn, wij besparen wel degelijk om te investeren. Ik kom daar straks nog op terug, maar ik ga u nu al 2 voorbeelden geven. Onder andere in de instandhoudingsdoelstellingen. Daar zal in geïnvesteerd worden. Een tweede voorbeeld is het feit dat we in de plaats van die 100 kilowattuur gratis te geven, gaan we zorgen voor efficiëntiemaatregelen door dakisolatie en dergelijke meer. En daarmee heb je veel meer dan die 100 kilowattuur gratis te geven. Je hebt daar een win-win situatie mee. Net voor die mensen die het meest nodig hebben, gaan we daarmee de elektriciteitsfactuur verlagen. En tegelijkertijd hebben we energieefficiëntie, waarmee dat we ook ecologische steun verlenen. Dus op die manier gaan we proberen slim investeren in de juiste dingen. Maar goed, ik ga verder. Ik kom nog even terug over energie en water. Weet u, meneer Diependalen, ik heb de indruk dat u ook de rapporten van uw eigen administraties of de administraties van de regeringsleden niet hebt gelezen. Bijvoorbeeld die gratis hoeveelheid water. Daar is al heel wat studiewerk rond verricht. En weet u wat de Vlaamse Milieumaatschappij verleden jaar concludeert? Dat het een zeer positieve maatregel is, zowel op sociaal als ecologisch vlak. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat u zegt. En meer nog, ik ga het even citeren, er staat dat de verplichte kosteloze levering per persoon in Vlaanderen wordt internationaal sterk gewaardeerd en als voorbeeld van goede praktijk gesteld. Dus in gans Europa kijken we naar deze maatregel in Vlaanderen. En wat doet u vanuit Vlaanderen? We schaffen het gewoon af. Wat is dat voor een absurd, absurd beleid? Meneer Sanctoorn, vanuit gans Europa kijkt men ook naar onze sociale welvaart. En het is om die welvaart te behouden dat we nu die besparingen doorvoeren. Dat heeft daar niks wij mee moeten te maken. Als overheid, dat heeft hier niks mee wij, te maken. Collega Sanctoorn, wij moeten als overheid duidelijke keuzes maken. En dat is ook wat wij willen doen. En dat is eigenlijk de kern van mijn betoog. Hè. Onze kinderen niet opzadelen, onze kinderen niet opzadelen met onze schulden is het beste gratis beleid dat je kan hebben naar de toekomst toe. Je moet zorgen, die kinderbijslag, die woonbonus, we moeten zorgen dat we die ook in de toekomst kunnen geven. En daarvoor moeten we nu die besparingen doorvoeren. Ik ga verder, als ik mag. Ja. Zo'n begroting in evenwicht is al een uitdaging op zich. En onze economische vooruitzichten zijn nog lang niet steeds van die orde om te denken dat, dat het vanzelf zal gaan. En toch willen we dit allemaal doen zonder nieuwe belastingen, zonder belastingsverhogingen. Meer zelfs, sommige belastingen, zoals het verdeelrecht, kunnen we terug verlagen. De belastingsdruk in ons land is immers gigantisch. Jaar na jaar blijkt uit OESO en andere rapporten dat België de twijfelachtige eer heeft om bij de koplopers te horen in deze rangschikking.
We zetten met deze regering dan ook in de eerste plaats op besparingen. Meer dan in het verleden willen we daarbij duidelijke keuzes maken. Omdat we moeten duidelijke keuzes maken, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de juiste keuzes zijn. Het regeerakkoord geeft dan ook duidelijk aan waarop we willen besparen. Maar we geven ook duidelijk aan waarin we niet besparen of zelfs bijkomend willen investeren. We doen dit zeer doelgericht, zeer accuraat. De budgettaire en economische sense of urgency is zo groot dat we ons geen foliekjes kunnen veroorloven. We hadden het er al over, gratis bestaat niet. In die hele besparingsoperatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven. We willen in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld geven. Door te beginnen bij onszelf. Leading by example, om in het Nederlands te zeggen, geen woorden, maar daden. Denk maar aan de afslanking van de provincies. Denk maar aan de efficiëntiewinsten in onze administratie. We gaan het aantal Vlaamse entiteiten laten dalen van 86 naar 63. En we gaan daarbij geen heilige huisjes uit de weg. We gaan ook niet voor extra ministers, zelfs niet met een regering met bijkomende bevoegdheden, wat we wel zien in andere delen van dit land, waar andere partijen de plak zwaaien. En bovendien, we weten ook dat er een perspectief is, een vooruitzicht. Er is een visie en er is een ambitie. Besparen om te investeren, snoeien om te groeien. En meneer Van Malderen, als u een betere wilt, reculez pour mieux sauter. Want de middelen zijn dan wel beperkt, onze ambities zijn dat niet, integendeel. Deze regering wil nog steeds in Vlaanderen, dat in navolging van PAC 2020 en VIA, een plaats bij de top 5 van de EU ambieert op vlak van welvaart en welzijn. Het is die ambitie die deze drie partijen samenbrengt. Dit is dan ook helemaal geen regering van kommer en kwel. Integendeel, het is een regering waarvan ik geloof dat ze er tegenaan wil gaan en kan gaan. En dat is ook nodig. In 2013, om u één cijfer te geven, legden 6,75% meer bedrijven de boeken neer dan het jaar voordien. En dat is maar het laatste jaar in een rij. En volgens Greden is de faillissementsgolf meer dan ooit een zaak van KMO's. Zaken die onder de waterlijn blijven, die we hier niet altijd bespreken. En we moeten er volgens Greden opnieuw rekening mee houden dat ook in 2014... die stijging van het aantal faillissementen zal toenemen. Ik vertel u daar natuurlijk niets nieuws mee. Hè. We hebben de laatste jaren al te vaak in dit parlement een debat gevoerd over Opel, over Ford, over de vele KMO's die geruisloos ten onder gaan. Telkens menselijke drama's voor de bedrijfsleiders zelfs, maar zeker ook voor de werknemers. Sociale drama's. En als we niet ingrijpen, is het einde nog niet in zicht. U hebt ongetwijfeld het rapport uit 2013 van Ernst & Young gelezen, dat zich voorstelt als een barometer van de Belgische, het gaat om Belgische, attractiviteit. De titel zei genoeg, call to action. Structurele hervormingen zijn hoogdringend. Maar de cijfers van de studie zeggen nog veel meer. Bij de bevraging van potentiële buitenlandse investeerders, die wij broodnodig hebben om onze sociale welvaart op peil te houden, zijn zij van mening dat om mee te blijven doen in de strijd om buitenlandse investeerders, België actief werk moet maken van volgende zaken. Het verlagen van de loonkosten, tot in de treuren herhaald. Het verlagen van de belastingsdruk, tot in de treuren herhaald. Het ondersteunen van de high-tech en innovatieve industrie. Het faciliteren van kleine en middelgrote ondernemingen. En tenslotte die verdere inzet op ontwikkeling van ons onderwijs- en opleidingssysteem. Uiteraard, voor enkele van deze punten verwachten we inspanningen van de federale overheid. Want nog steeds liggen daar de grootste hefbomen om onze competitiviteit te versterken. Maar aangaande innovatie en steun aan ondernemingen, de andere aangehaalde bekommernissen, zal Vlaanderen wel een stevig tandwiel bijsteken. En daar wil ik het nu over hebben. Want ondanks de besparingen is dit een regering die wil investeren. Het is enkel door te investeren dat wij onze economie versterken en geraken we er terug bovenop. En dat is trouwens ook wat de Europese Unie van ons verwacht. Investeer, maar investeer slim. Bespaar, maar bespaar slim. Versterk het economisch weefsel. En in moeilijke budgettaire tijden maken we 500 miljoen euro vrij, een half miljard, om te investeren in onderzoek en ontwikkeling
en in ondersteuningsmaatregelen voor onze ondernemingen. En daarbovenop gaat nog eens een 500 miljoen naar onze zorgsector. 500 miljoen voor economie, 500 miljoen voor zorg. Een mooi evenwicht en veel evenwichtiger dan beweringen als zou deze regering een harde rechtse regering zijn. Meneer Janssens. Meneer Nippendalen, wat dat laatste betreft, of deze regering hard is, ja, of ze rechts is, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Daar ben ik nog lang niet van overtuigd. Maar in elk geval, u verwijst naar de investeringen in zorg. En u klopt zichzelf op de borst door te zeggen dat er nu 500 miljoen zal geïnvesteerd worden. En het is maar 500 miljoen, allicht omdat u ook al een aantal keer heeft verwezen naar de budgettaire noodzaak. Naar de noodzaak om het met minder te doen, de noodzaak om te sparen, te snoeien, om te groeien. Maar vlak voor de verkiezingen, toen u toch ook de budgettaire noodzaak en de budgettaire toestand van Vlaanderen kende, toen pakte u uit in uw verkiezingspamfletten, toen pakte u uit op sociale media, op Twitter en op Facebook en dergelijke meer, met een grote foto wachtlijsten in de zorg aanpakken. En wat staat daar? Extra financiering voor welzijn en wachtlijsten in de zorg, plus 1,3 miljard extra in 2019. En wat blijft hiervan over? Nog niet 1/3 om de wachtlijsten in de zorg aan te pakken. U heeft een van uw belangrijkste verkiezingsbeloftes gebroken en daardoor zullen mensen die zorg, mensen in nood, in de kou blijven staan. En dat vind ik onaanvaardbaar. Meneer Liebenalen. Ja, dank u wel. Verwondert mij dat u blijkbaar eerder ook aan de andere kant van de zaal had moeten zitten. Nu, wij investeren inderdaad in zorg. 500 miljoen in deze omstandigheden is meer dan welke andere regering ooit heeft moeten doen. En inderdaad, wij wouden meer doen. Absoluut. We hadden ook gedacht dat we geen 1,4 miljard moesten gaan besparen. Hè? We hadden het graag ook zonder die besparingen gedaan. Maar wij moeten inderdaad, wij moeten die besparingen gaan doen om onze sociale welvaart veilig te stellen. En terzelfde tijd beslissen we om 1 miljard euro enerzijds in economie en anderzijds in zorg te investeren. Meneer Janssens. Meneer Diependalen, u doet alsof die zesde staatshervorming er plots is gekomen na de verkiezingen van 25 mei. De situatie die was toch bekend. U heeft die terecht samen met ons bestreden in het federaal parlement. Laat me u dus één vraag stellen. U geeft twee keer een affront. Telkens u verwijst naar die zesde staatshervorming die extra geld gaat kosten, terecht aan Vlaanderen. Maar dat is wel een affront voor uw twee coalitiepartners die dat op federale niveau hebben goedgekeurd. En ten tweede, de uitvoering van die zesde staatshervorming, die u met veel ijver terecht samen met ons heeft bestreden aan de overkant in het federale parlement, gaat de uitvoering van die zesde staatshervorming een verschil kennen met de N-VA en de Vlaamse regering of niet? Kan u daar eens op antwoorden? We hebben al verschillende keren gezegd, en dat is in de treuren toe herhaald, collega Janssens, ook de vorige legislatuur, ik denk 2 jaar aan een stuk, dat we de staatshervorming, die op een ander niveau is beslist, loyaal zullen uitvoeren. Daar hebben we ons toe verbonden en dat zullen wij ook doen. Het is trouwens ook zo dat we daardoor heel wat bevoegdheden in handen krijgen. En die bevoegdheden willen wij ten goede uitvoeren in het belang van de Vlamingen. Mevrouw Van der Brand. Ja, het is er al een paar keer aan bod gekomen. We gaan hier en daar besparen, want we moeten besparen. Maar wat we redden, waar we blijven investeren, is in die zorg, in die welzijn. Dat is een rat voor onze ogen draaien. Die 500 miljoen, het is er al een paar keer gezegd worden, die is dik te weinig. Niet een beetje te weinig, maar dik te weinig. Alleen al in de gehandicaptenzorg. Als we alle mensen met een handicap de zorg willen geven waar zij recht op hebben, niet nodig, maar zij recht op hebben, dan zal volgens het agentschap, het Vlaams agentschap, 650 miljoen nodig zijn. Dat is nog maar één op de gehandicaptenzorg. Willen wij onze ouderen de zorg bieden die zij nodig hebben, mensen langer laten thuisblijven, dat doe je door ze een beetje thuiszorg aan te bieden. Mensen hebben dat nodig. Als wij willen zorgen dat ouders die opvang zoeken voor hun kind een plek hebben in een crash, dan zullen wij moeten investeren in die sector. En dat zal, ja, meer zijn dan 500 miljoen. En ja, uw partij heeft beloofd dat het meer zou zijn dan 500 miljoen. En ja, de VLD heeft voor de verkiezingen beloofd dat het meer zou zijn dan 500 miljoen. En ja, de CD&V heeft beloofd dat het meer zou zijn dan 500 miljoen. Het is niet genoeg en u hebt meer beloofd. Als u het zou menen met die wachtlijsten, als u het echt zou menen en zou zeggen, deze regering gaat de wachtlijsten, de schandalige wachtlijsten van Wieg tot Rusthuis, als deze regering die echt zou aanpakken, dan zou in dit regeerakkoord het woord zorggarantie staan. De garantie dat wie zorg nodig heeft, zorg
krijgt. Net zoals je ziek bent, heb je de garantie dat je een dokter hebt. Als je, als je zorg nodig hebt, goed, moet je die garantie hebben. U biedt dat niet, u laat mensen in de kou staan. Doe niet alsof u investeert in welzijn, want het is een leugen. Mevrouw Van den Brand. Aangenaam kennis maken, maar ik denk dat het zeer duidelijk is als een regering in zo'n moeilijke tijden, in zo'n besparingsoperatie, 500 miljoen vrijmaakt, dan meent ze het wel degelijk. En wij weten ook, iedereen weet dat we meer hadden willen doen, maar ik hoor graag van u, van waar u het geld had gehaald, om en meer te investeren in zorg, en meer te investeren in economie, en ondertussen ook nog een keer de bussen van uw partijvoorzitter te laten rijden. Wat zegt u, meneer Tobak? Nee, maar ik ben hier voor de dialoog, meneer Tobak, en als mevrouw Van den Brand voor u het woord vraagt, krijgt hij voor u het woord. Ja. Dan wordt een repliek gegeven, dan wordt nu een repliek gegeven, en dan komt de volgende spreker aan boord, aan de beurt. Ja, u hebt hier al een paar keer over foliekjes gesproken enzovoort en moeilijke tijden. Het zijn ook moeilijke tijden voor die ouderen die zorg nodig heeft of die zijn rusthuisfactuur moet betalen. Het zijn ook moeilijke tijden voor die persoon met een handicap die zorg nodig heeft. Voor die mensen zijn het ook moeilijke tijden, niet enkel voor deze Vlaamse regering. En die mensen zegt u van, laat trek je plan maar, zie maar dat je er zelf uitkomt. Wij gaan niet voor u zorgen, de Vlamingen moeten maar voor zichzelf zorgen. En u vraagt hoe wij het gaan doen. Als u vraagt, hoe gaat u het dan doen? Wij hebben een becijferd plan op tafel gelegd voor de verkiezingen. En ik wil met veel plezier, als u zegt, ja, wij kunnen het niet. Wij weten niet hoe dat wij een regering kunnen maken waarin er genoeg geld is om te investeren in zorg. Ja, heb dan niet de arrogantie om een regering te vormen. Ik wil gerust daar op die banken gaan zitten met mijn partij en een plan op tafel leggen dat wel investeert in zorg en zorgt dat de begroting klopt. Absoluut, we kunnen hier nog zeer lang wel eens niet een spelletje houden. Meneer Van Alderen. Kijk naar onze woorden. Of meneer Van Alderen. Diependaal, dit is geen wel eens niet een spelletje. Ja, toch wel. Het is geen wel eens niet een spelletje. Het gaat echt wel tot de essentie. Er zijn grenzen aan wat je mensen kan wijsmaken. U probeert hier nu de twee pluimen op uw hoed te steken van wat in C een politieke verkaveling is. U zegt 500 miljoen voor economie en 500 miljoen voor zorg. En dat staat perfect in evenwicht. We weten toch allemaal, collega Diependaal, dat u bijna een kleine week niet met elkaar gesproken hebt in de onderhandelingen, omdat uw partij tegen de bijkomende investeringen in welzijn was. U was daar tegen. En u steekt nu die 500 miljoen, beiden op uw hoed, als grote eigenaar van het akkoord. Maar het zou toch wel getuigen van intellectuele eerlijkheid als u die 500 miljoen zou afspiegelen tegen één wat u beloofd hebt, en dat is inderdaad een pak meer, en u moet niet afkomen met budgettair moeilijke tijden, en u moet niet afkomen met de zesde staatshervorming, want die cijfers die kenden we ook toen u met dat plan campagne voerde. Die cijfers kende u. Dit gaat gewoon over fundamentele keuzes, dit gaat over keuzes voor een ander model. Nee. En het zou u sieren, moest u de 500 miljoen afzetten tegen de noden waar mevrouw daarnet het over had. Want die noden die zijn ontzaglijk veel groter. Ik herhaal mijn vraag aan Van Deuren. Wie van de drie gaat u helpen? Gaat u de bijzondere jeugdzorg helpen? Gaat u de gehandicapten helpen? Of gaat u de kinderopvang helpen? Welke twee van de drie laat u in de kou staan? Meneer Diependaal, ik denk dat we elkaar geen blaasjes moeten wijsmaken. En ik ken u ook altijd als een ernstig en een correct man. Maar u ontgoochelt mij op dit moment. Omdat wel degelijk... Daar ben ik blij om. Ja, nee, maar het is niet waar. U moet het eigenlijk niet weglachen. Want het was wel degelijk op voorhand geweten toen elke partij zijn financieringsprogramma op tafel heeft gelegd voor rekeningen 14. En u vindt het rapport, ik heb het bij van de KU Leuven, nog altijd terug op hun website. Dan staat daar zeer duidelijk in dat de impact van de zesde staatshervorming op het regionale niveau, dat men daar 1,4 miljard euro gaat moeten zoeken. Dus u wist op voorhand wat het budgettaire kader was. En dan inderdaad, vind ik ook, ik had het net hetzelfde gevonden, uw plan om eigenlijk... Ja, tuurlijk, ja, maar dat is uw plan om eigenlijk die wachtlijsten aan te pakken. En dan zie ik ook in het 3D-plan van de CD&V 750 miljoen euro heb ik daar gevonden. En dan vraag ik mij af, hoe hebben jullie onderhandeld? Want had ik nu van de CD&V geweest en ik wou meer investeren in zorg, dan had ik gewoon jullie eigen plan op tafel geschoven en had ik gezegd, wij landen minimum op 750 miljoen, want dat is hetgeen wat wij vroegen. En u stelde eigenlijk voor 1,3 miljard euro in 2019 en zelfs gecumuleerd over alle jaren 3,4 miljard euro bij. En u was perfect op de hoogte van het budgettaire plaatje, want dat was al in de campagne zeer duidelijk een element van discussie. Minister-president.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik ga natuurlijk collega's mijn repliek voor straks houden, maar ik wil toch hier op die feitelijke discussie eventjes tussenkomen. Ik ga niet ingaan op wat beweerd wordt over de onderhandelingen. Ik zal alleen zeggen dat het absoluut niet zo was dat CD&V tegen een sterk groeipad voor economie was. Het absoluut niet zo was dat N-VA tegen een sterk groeipad voor welzijn was. Onderhandelingen hebben een dynamiek. We hebben een zeer goed akkoord bereikt. Dat is een evenwichtig akkoord. En dus maximaal gekozen voor investering in economie, maximaal gekozen voor investering in welzijn. Maar mijn tussenkomst, voorzitter, strekt ertoe om eventjes aan de collega's van de linkerzijde erop te wijzen dat natuurlijk de impact van de zesde staatshervorming gekend was voor iedereen. En we hadden vrije beleidsruimte, normalerwijze, en iedereen wist wat er te doen stond om dit tekort, om die besparing aan te pakken. Maar daarbovenop, voorzitter, collega's, is de consolidatie gekomen. Is de ESER-consolidatie gekomen in zeer belangrijke maat, in een orde grootte van 600 tot 700 miljoen euro, voor onder andere scholen voor morgen, voor VIPA. En dat was niet geweten, is een veranderde houding van het INR, dat is een totaal veranderde houding van het INR. De plannen van Frank van den Broeke, van Pascal Smet, die waren gevalideerde PPS-constructies. En nu gooit Europa het roer om en kijkt uitsluitend nog naar de economische impact. En de waarborgen die de overheid geeft, die worden aangegrepen om te zeggen, dit moet geconsolideerd worden. En dat is 6 tot 700 miljoen euro in 15 alleen, collega's. En dat heeft dus die oefening zo zwaar gemaakt. En ik voeg daar nog eens aan toe, over alle grenzen heen. Als de Europese Commissie deze normen blijft hanteren, dan is dat een domper op investeringen voor lokale besturen, een domper op investeringen voor deelstaatregeringen, omdat alle schulden, of die nu gemaakt worden om een begrotingstekort te dichten, dan wel om duurzame investeringen te doen. Waar een begrotingsevenwicht tegenover staat, dat wil ik beklemtonen, op één hoopje gegooid worden, en dit vind ik niet vast. Mevrouw Meerman. Heel kort, dat is gewoon feitelijk onjuist. Meneer Bourgeois, wij wisten al in het voorjaar van vorig jaar van het Rekenhof in de commissie onderwijs dat die PPS scholenbouw en die ESER neutraliteit verworpen werd. Inderdaad, u heeft dat maar bevestigd en willen mee bevestigen na de verkiezing, maar u wist dat al op voorhand. Wij wisten dat op voorhand. Het Rekenhof wist dat op voorhand. Vraag het aan meneer De Meijer, die is daar expert in, maar u wist het ook. Dus geen feitelijk onjuistheden als dat weet u meer, mevrouw Mulleman, als ik vraag voor, dan het INR. Het INR heeft zijn beslissingen genomen. En laten we eens kijken naar uw programma. Hè. Stond dit in uw programma ingecalculeerd? Dit stond bij geen enkele partij ingecalculeerd. De beslissing van het INR is later gekomen. Meneer De Meijer. Mevrouw Mulleman dwingt mij om even op haar vraag in te gaan. Ik moet zeggen, ik heb vele malen mijn bezorgdheid geuit ten aanzien van minister Smet en die heeft steeds geprobeerd mij gerust te stellen, tot op het laatste moment. Minister Van Deurzen. Ja, collega's, ook gewoon om het becijferen een beetje toch ook nog wat context te geven. Het groeipad van 500 miljoen is inderdaad bedoeld om in de sector personen met handicap, en daar zal het grootste stuk naartoe moeten gaan, uiteraard. De kinderopvang, waar ook we een traject moeten gaan. En ik denk, op basis van onze berekeningen en het jeugdplan dat door de administratie is opgesteld, een beperkt aantal budgetten, een aantal middelen moeten gaan naar jeugdhulp. Dat zal ongeveer de prioritisering zijn die we moeten invullen met die 500 miljoen. Die 500 miljoen moet u ook een beetje in een globaler kader zetten. Het groeipad gezinszorg, het groeipad ROB's en RVT's zitten natuurlijk niet in dat bedrag. Hè. Ook daar zal een groeipad mee moeten genomen worden, omdat we inderdaad de uitdaging van de vergrijzing ook moeten proberen met middelen voor zorg en zorgaanbod te benaderen. En dat zal dus ook, of dat zit dus ook in de manier waarop de zaken berekend zijn. We krijgen van de staatshervorming de financiering van de residentiële ouderenzorg over naar Vlaanderen. En we gaan dus ook moeten proberen om een groei van dat aanbod aan woonzorgcentra, aan capaciteit in woonzorgcentra, om dat inderdaad ook vol te houden. Dat staat trouwens ook in de tekst van het regeerakkoord. Laatste punt, om u budgetair toch een beetje meer context te geven, dat is de investeringsmiddelen. En daar heeft de minister-president naar verwezen.
doordat een akkoord dat vroeger is gegeven door de Europese instanties, namelijk toen het systeem is gestart met de ter beschikkingstellingsvergoedingen voor financiering, woonzorgcentra, gehandicapte infrastructuur en ziekenhuizen, wel, Europa is teruggekomen op dat akkoord. En dat maakt dat die financieringstechniek grondig zal moeten herzien worden. En voor de ziekenhuizen komt er de complexiteit bij dat dat zal moeten gebeuren op het ogenblik dat ook het federaal nog gefinancierde deel van de investeringskost overkomt naar de gemeenschappen. Dus dat gaat een complex verhaal worden waarin we inderdaad ook moeten zoeken naar een budgettaire mogelijkheid. En ook daarover zijn er uiteraard afspraken gemaakt, zitten ook niet in die 500 miljoen, om toch in de welzijnssector nog een aantal investeringen mogelijk te maken. Betekent dat dat we geen moeilijke jaren tegemoet gaan met welzijn en zorg? Wij gaan natuurlijk ook inspanningen moeten doen om ons traject te kunnen waarmaken. Maar de 500 miljoen moet u eigenlijk wel plaatsen binnen een wat groter geheel. En in dat groter geheel zijn uiteraard ook zingen zoals de investeringen in de sector en de residentiële en ambulante ouderenzorg meegenomen. De volgende brand. Ja. Ik hoor de minister hier nog een aantal extra budgetten opsommen. Ik hoop dat waar is, die 500 miljoen maar een fractie is, en dat daarnaast nog heel veel investeringsbudgetten ergens anders worden bovengehaald. Ik denk alleen dat meneer Diependaal er net zei dat er geen geld was, dat ik niet ging vinden. Maar als ik de tekst lees, lees ik iets anders. Eén voorbeeld gewoon, want het zou kort zijn, kinderopvang. Er wordt hier niet in de tekst gezet dat wij gaan zorgen dat ieder kind dat een plek zoekt in de kinderopvang een plek heeft. In deze tekst staat, er is een schaarste en we gaan kijken wie dat er voorrang heeft en hoe we gaan verdelen de schaarste. Er zal te weinig plek zijn, zegt u in dit akkoord, want we gaan voorrang geven aan bepaalde groepen. Het is pech voor de andere groepen, want we moeten keuzes maken. De ambitie moet toch zijn dat er voor ieder kind een plek is in de kinderopvang, ieder kind dat daar nood aan heeft. Minister Van Deurzen, wil u nog even reageren? Ja, het is de bedoeling om het decreet verder uit te voeren. En wat de prioriteitsregels betreft, wordt er niks gewijzigd aan datgene wat in de vorige legislatuur daarover is afgesproken. Dat laatste vind ik toch wel belangrijk, omdat ik had daarnet een vraag gesteld wie van de drie krijgt en wie van de drie blijft in de kou staan. Uit het antwoord van de minister, en dat toch wel een eerste belangrijke conclusie van dit debat is, blijkt dat die 500 miljoen wordt opgesplitst, wordt verdeeld in drie delen en daardoor op geen enkele van die drie delen voldoende de nood zal lenigen. En dus is het resultaat dat in elk van de drie sectoren en kinderopvang en bijzondere jeugdzorg en gehandicaptenzorg mensen in de kou zullen blijven staan. En daarmee gaat men compleet voorbij aan bijvoorbeeld een decreet kinderopvang waarin staat, en mevrouw Van den Brand heeft daar ongelooflijk gelijk, hè, dat kinderopvang een recht is. Een recht is. En dus dat we niet de schaarste moeten gaan herverdelen, maar dat we moeten gaan kijken hoe dat we dat recht concreet kunnen invullen. Dat we de 27.000 jongeren die vandaag in bijzondere jeugdzorg zitten, dat we die geen perspectief geven en dat we het perspectief 2020 van de gehandicapte sector, dat we dat compleet loslaten. De 500 miljoen was in zijn geheel al ontoereikend om de nood te lenigen in één van de sectoren. We gaan ze nu verdelen over drie sectoren. Dat betekent dat drie sectoren in de kou blijven staan. Maar meneer Janssens, nou, over hetzelfde onderwerp. Over hetzelfde onderwerp, meneer de voorzitter. Afsluiten, want, en meer in het bijzonder over de kinderopvang. Omdat ik inderdaad met toch wel wat verbazing vaststel dat die 500 miljoen inderdaad niet alleen voor personen met een handicap gebruikt zal worden, die sowieso inderdaad al veel te weinig zal zijn, maar ook nog eens voor de kinderopvang. En wat staat er, meneer Van Deurzen, in het CD&V-programma over de kinderopvang? De Vlaamse gemeenschap beoogt tegen 2016 een aanbod te zullen hebben opgebouwd voor minstens de helft van de kinderen jonger dan 3 jaar. En vanaf 2020 voor alle gezinnen die kinderopvang wensen. Hoe gaat u dat in hemelsnaam realiseren met een budget dat sowieso al ontoereikend is om alleen nog maar de noden te ledigen in de sector van de personen met een handicap? Meneer, alsjeblieft. Ik denk dat het antwoord van de minister duidelijk was, maar dat is zeker nog een discussie die we terug krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Collega's, ooit startte een Vlaamse regering, toen ook executieve genaamd, met Flanders Technology. Toen al wisten zij dat Vlaanderen het moet hebben van zijn grijze cellen. We hebben geen dure grondstoffen waar onze maakindustrie kan op steunen. En daarom is natuurlijk innovatie des te belangrijker. Ik was dus aan het opzommen om even de structuur van mijn tekst en de investeringen die we gingen doen. Dat was innovatie. En wat werkgelegenheid betreft,
blijven we inzetten op maatregelen om tegen 2020 de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 76%. We sluiten een banenpact met de sociale partners. En we versterken het activeringsbeleid door nog meer in te zetten op maatwerk. Zo zullen alle jonge werkzoekenden binnen 4 maanden een aanbod op maat krijgen. En de activering van oudere werkzoekenden breiden we uit tot de leeftijd van 65 jaar. We zetten versterkt in op het doelgroepenbeleid. Collega Van Malderen, vandaar dat ik uw opmerking daarnet niet begreep. En zorgen daarvoor in de eerste plaats voor een vereenvoudiging van het aantal doelgroepen. Daardoor worden de middelen minder verspreid, maar in tegendeel meer doelgericht ingezet, waardoor ze ook veel meer het verschil kunnen gaan maken. Collega's, geen innovatie, ondernemingszin of goed opgeleide werkkrachten zonder degelijk onderwijs. Daar worden de kiemen gelegd van onze welvaart en Vlaanderen staat al jaren aan de top. Ons onderwijs moeten we blijven koesteren. En dat zijn geen loze woorden. We blijven investeren in onderwijs. Met een masterplan scholenbouw creëren we bijkomende plaatsen in de eerste plaats in de steden en gemeenten waar de druk het grootst is. Maar we geven ook vertrouwen aan onze leerkrachten om het beste uit elke leerling te halen. Daar had ik daarnet al over. Nu, links en rechts weerklonk al kritiek op dit akkoord. En dat is maar goed ook. Alleen een akkoord zonder keuzes krijgt geen kritiek. En die kritiek is trouwens ook welkom. Wij willen daar constructief mee omgaan. Maar is die kritiek wel terecht, als zou dit een asociaal akkoord zijn? En we hebben het eigenlijk de voorgaande discussie over gehad, want het meest in het oog springend is 500 miljoen euro voor zorg. Ik ga daar niet op terugkomen. Maar daarnaast bouwen we ook een volwaardige Vlaamse sociale bescherming uit, die uitgaat van het maximaal verhogen van zelfredzaamheid, ook dat is vertrouwen, en van thuiszorg en preventie. Collega's, ik kom aan het laatste stuk van mijn tussenkomst. De keuzes die we maken door gericht te besparen en sterk te investeren in welzijn en innovatie hangen samen met ons sociaal kapitaal, met de samenhorigheid en gemeenschapszin in Vlaanderen, met het vertrouwen dat een gemeenschap stelt in zichzelf en in de andere leden van die gemeenschap. Vlaanderen kent steeds meer personen met wortels in een ander continent. Maar onze toekomst ligt hier samen. We hebben elkaar nodig en blijven daarom inzetten op een sterk inburgeringsbeleid. Taal schraagt onze gemeenschap. Niet als fetisj, wel als middel van communicatie en wederzijds begrip. Onbegrip, onbehagen en frustratie daarentegen maken ons zwak als gemeenschap. Wat de Vlaamse rand betreft willen wij als overheid duidelijk zijn. De rand is Nederlands taalgebied. De officiële bestuurstaal is er Nederlands. En daar blijven we het beleid op enten. Uiteraard ook geen stok zonder wortel voor de 2 voorgaande punten. We zorgen ook voor voldoende taalopleidingen. Ook in Brussel willen we blijven investeren. Brussel is onze poort tot de wereld, maar ook vaak de poort waar langs de wereld passeert vooraleer bij Vlaanderen te komen. En Vlaanderen staat meer dan ooit open naar die wereld. Vlaanderen is geen eiland. En met een sterk buitenlands beleid willen we ons bewust tonen van die bredere wereld om ons heen. Vlaanderen heeft een aantal expertises, een aantal bevoegdheden waarin het expertise heeft, die elders evenzeer van pas komen. Laten we dat valoriseren en die expertise exporteren. Bovendien toont Vlaanderen zich op die manier ook aan de buitenwereld als een open, volwassen land dat blaakt van zelfvertrouwen. Daarom bouwen we het netwerk van vertegenwoordigers in het buitenland en van FIT verder uit en vergroten we de wisselwerking tussen de Vlaamse en de Europese instellingen. Collega's, zoals ik al zei, wil ik namens mijn fractie de steun betuigen en het vertrouwen schenken aan deze regering en aan dit regeerakkoord. U vindt in ons een partner, meneer de minister-president, om dit beleid gestalte te geven. Maar deze politieke realiteit hier in het Vlaams parlement is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Want hoewel Vlaanderen ontegensprekelijk extra bevoegdheden heeft gekregen, is het federale niveau nog steeds even belangrijk. Belangrijker zelfs, zeker als het over onze concurrentiekracht gaat. Als deelstaatparlement roepen wij ook op om op federaal niveau dezelfde cultuuromslag in gang te steken.
Wij vragen het federale niveau om in de eerste plaats onze economie en competitiviteit te versterken, zodat we de middelen hebben om onze sociale voorzieningen betaalbaar te houden. Maar alvast hier in dit parlement geven wij deze regering het volste vertrouwen. Dank u wel. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Meneer Diependaele, ik wil mij toch even richten specifiek tot uw Vlaams nationale inborst, waarvan ik vermoed dat u die toch nog altijd heeft, al is dat uit uw tussenkomst in elk geval niet duidelijk. Gisteren was ik al teleurgesteld, of toch voor een stuk teleurgesteld, in de verklaring, in de regeerverklaring van de N-VA minister-president. Maar ik dacht, hij spreekt nog namens de regering, namens drie partijen, dus hij zal wel wat hebben moeten wikken en wegen in zijn tekst die de stempel van goedkeuring moest hebben van alle drie de partijen. Dus ik dacht, de fractieleider van de N-VA die zal dat wel ruimschoots compenseren wanneer het gaat over het streven van deze Vlaamse regering naar wat meer Vlaamse autonomie, naar Vlaamse zelfstandigheid. Ja, zelfs misschien, laat het ons maar zeggen zoals wij het graag zouden zien, naar Vlaamse onafhankelijkheid. Maar het is toch wel de paradox van deze regering dat we nog nooit in deze Vlaamse regering, in dit Vlaams parlement, nog nooit een Vlaams nationale partij hadden die zo groot was, dat er nog nooit een Vlaams nationale minister-president was. En toch is elke communautaire ambitie voor in dit Vlaams parlement namens de N-VA-fractie en in deze Vlaamse regering afwezig. En wij hadden gehoopt dat deze regering en dit parlement, die in getal althans een dergelijk grote N-VA-vertegenwoordiging heeft, wij hadden gehoopt dat die een locomotief zou zijn in de richting van meer Vlaamse autonomie en meer Vlaamse onafhankelijkheid. Maar als ik hoor wat ik hoor, en als ik vooral niet hoor wat ik wel graag gehoord had, dan vrees ik dat het omgekeerde helaas eerder het geval zal zijn. Meneer Diependaele. Meneer Janssens, ik ga met veel plezier met u nog een keer een pint gaan drinken om het hebben over mijn Vlaams nationalistische inborst. En ik wil hier gerust ook een vlammende speech afsteken daarover. Maar we hebben ondertussen geleerd dat het niet hier in dit parlement is dat dat verwezenlijkt wordt. En daarboven hebben we inderdaad de beslissing genomen om de sociaal-economische herstel dat zo broodnodig is, vooral voor Vlaanderen, om dat prioriteit te geven. Meneer Janssens. Nog heel kort, voorzitter, want ik vind wat de N-VA en haar Vlaams nationalisme betreft, ik zie alleen maar, en ik stel dat helaas teleurgesteld vast, dat de strijdbaarheid van voor de verkiezingen, dat die vervangen is door leidzaamheid. En dat is niet omwille van, het feit dat men op het andere niveau in de federale overheid belangrijke beslissingen moet nemen. Dat is de tactiek van de paraplu. Maar het is vooral, collega Diependaele, een pijnlijke uiting van gebrek aan politieke moed. Goed. Meneer Zoska. Oké. Meneer Zoska, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Dank u. Net zoals Vlaanderen, meneer Bukwe. Geachte voorzitter, collega's, geachte ministers, minister-president. U presenteert de ambitie van dit akkoord met drie V-woorden. Het is tegenwoordig blijkbaar een sport bij de N-VA om alles in V-woorden te verpakken. En kijk, zij krijgen ook grafisch de N-VA de dikste lijn. En ze hebben dus duidelijk zeer zwaar gewogen op dit akkoord. De CD&V krijgt eigenlijk een iets minder dikke lijn. De lijn is dunner geworden. De macht
is onmiskenbaar verschoven. Nu, als je dit bekijkt, dan zat eigenlijk de grafische vormgever duidelijk met een probleem. Zijn of haar ontwerp met die twee dikke lijnen, die was immers al een tijdje klaar. En vandaar dat de VLD krijgt eigenlijk een beetje een dun en een armtierig lijntje. En het lijkt erop alsof het er op het einde bijgeplakt is. Ik vermoed gemaakt in één nachtje. Het maakt meteen duidelijk hoe zwaar zij gewogen hebben in dit akkoord. Maar eigenlijk, collega's, valt er wat mij betreft niet zoveel te lachen met dit akkoord. Want minister Bourgeois, minister-president, u zegt het vandaag zelf in een krant. Het is een coherent en een zeer duidelijk akkoord in zijn visie. En wat mij betreft heeft u gelijk. Deze regering, en dat is de afgelopen dagen gebleken, deze regering gaat veel mensen pijn doen. En meer nog, het is eigenlijk onder het akkoord, als u het goed leest, en het is dat wat u eigenlijk bedoelde vandaag in de krant, het is de blauwdruk van een model van samenleven dat eigenlijk het onzinnig is. En het is zelfs een blauwdruk van een model van samenleven dat fundamenteel afwijkt van wat we tot gisteren, bij wijze van spreken, in Vlaanderen gewoon waren. Dat eigenlijk tegen een heel deel mensen vooral zegt, los uw problemen vooral zelf op. En ik ga dieper in op uw akkoord met de concepten, de V-woorden, die u zelf naar voren heeft geschoven. Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan. En ik begin met het eerste concept, vertrouwen, en leg daar eigenlijk het budgettaire naast. Gisteren was ik toevallig getuige van een gesprek op de trein, want ik neem, wat is de trein, een gesprek tussen vier jongeren op weg naar Gent. En het ging niet over uw plannen met het hoger onderwijs, maar op wat mogelijk de universiteiten en de hogescholen zullen moeten doen op het moment dat ze geconfronteerd worden met hetgeen wat u van plan bent, maar eigenlijk waar u geen verantwoordelijkheid in wil nemen. U legt de verantwoordelijkheid gewoon ergens anders. Zij maakten zich, en ik denk terecht, zorgen over een mogelijke verhoging van het inschrijvingsgeld. En hun terechte opmerking was, wat met jongeren die het financieel moeilijk hebben. En een van hen, en ik geef u het citaat letterlijk, stelde ten opzichte van zijn vrienden, ik wist niet dat dit de bedoeling was van de N-VA, dit gaat toch wel bijzonder ver. En laat ik het zo stellen, als door deze mogelijk brute verhoging van het inschrijvingsgeld ook maar één jongere in Vlaanderen beslist om niet te gaan studeren, dan draagt u een verpletterende verantwoordelijkheid. En het zijn niet enkel jongeren die zich zorgen maken. Jonge en grote gezinnen kwamen ook aan het woord. Ouderen komen aan het woord. En dit akkoord gaat heel wat mensen treffen die eigenlijk al sinds 2008, sinds de financieel-economische crisis, waar ze nota bene zelf niet voor verantwoordelijk waren, die al sinds 2008 constant het mantra horen, nog even doorbijten, we komen er wel. Vertrouwen, minister-president, begint bij duidelijkheid. Dat staat in uw eigen visietekst op pagina 2. En ik weet, meneer Diependalen en meneer Van den Heuvel heeft er ook al naar verwezen, hoe komen jullie aan allemaal die cijfers? Er staan toch geen cijfers in dit akkoord. Wel, waarop wacht u eigenlijk om de vele Vlamingen duidelijkheid te verschaffen? Waarom verschuift u eigenlijk eenzijdig en zonder overleg de verantwoordelijkheid naar anderen, naar het onderwijs, naar de verenigingen, naar lokale besturen, om uw budgettair plaatje te laten kloppen? Is dat eigenlijk vertrouwen door duidelijkheid? En vandaag noemt u zelf een cijfer in de krant. 70% gaan we halen uit besparingen. U zegt zelf, het gaat 2 jaar duren en dan zijn we door. Dus er is dus wel degelijk een cijferakkoord. En ik ga geen andere cijfers noemen dan degene die in het akkoord staat, maar u noemt zelf cijfers in de buitenwereld en u weigert eigenlijk met dat cijferakkoord boven water te komen. En ik roep u eigenlijk op, en u hebt er gisteren zelf naar verwezen,
naar uw parlementaire reflex en ook de voorzitter heeft verwezen naar uw parlementaire reflex. Ik roep u eigenlijk op om met uw cijferakkoord, dat wel degelijk achter dit plan zit, om met dat cijferakkoord boven water te komen. Zodanig dat we transparant, wat dit huis toch is, dat we transparant kunnen discussiëren over welke plannen u nu eigenlijk onder uw akkoord heeft zitten. Want u verwijt ons, hoe gaat u het doen, maar u komt zelf niet met een plaatje. En u laat eigenlijk in de media heel wat ongerustheid bestaan. Het is uw verantwoordelijkheid als minister-president om die ongerustheid, die onrust weg te nemen. En dat kan alleen maar door duidelijkheid te verschaffen. En dat doet u eigenlijk voorlopig niet. En ik ga misschien terug naar 2009. Ik ben eens gaan kijken in de parlementaire handelingen van 2009 om te kijken hoe de discussie toen bij het regeerakkoord eraan toeging. En het was toevallig collega Sven Gats, fractieleider van de VLD, die toen dezelfde opmerkingen maakte. Want ook toen zaten er geen cijfers in het akkoord en hij terecht vroeg toen als fractieleider, kom met uw cijferakkoord hier boven in het parlement, zodanig dat we volwassen kunnen discussiëren. Dus eigenlijk vraag ik mij af, kom met uw cijfers, verschaf transparantie en dan kunnen we eindelijk op een deftige manier discussiëren. En wat u nu doet, er staan allerlei dingen in het akkoord. U gaat de verantwoordelijkheid eigenlijk uit de weg. U schuift de verantwoordelijkheid, u neemt beslissingen, waarvan wij niet goed weten wat is de budgettaire impact, en u schuift die eigenlijk naar anderen toe en u verkoopt dat onder de noemer autonomie. Meer autonomie voor scholen, meer autonomie voor verenigingen. En eigenlijk denk ik, en ik ben benieuwd wat collega Krevits daarnet besproken heeft met de studenten, maar wat ze ook zal bespreken met de rectoren, en een van de rectoren kent ze natuurlijk goed, en hij stelde het op scherp. Ik kan eigenlijk maar twee dingen doen met dit voorstel. Ofwel moet ik personeel ontslaan, ofwel moet ik eigenlijk inschrijvingsgeld verhogen. Een andere weg is er niet. En ik denk dat u op dit moment niet aandurft om alle cijfers op tafel te leggen. Want u zou immers door de mand vallen bij heel wat kiezers die u bijvoorbeeld extra investeringen heeft beloofd. En we hebben daarnet, en ik ga het debat niet overdoen, die u heel wat heeft beloofd omtrent die wachtlijsten. En omtrent die wachtlijsten, dat vond ik een boeiend debat daarnet, meneer de minister-president, waarbij u zei, ja, we worden hier eigenlijk geconfronteerd met het gevolg van een beslissing alweer ergens anders, Europa, de PPS-constructie, nu moeten we die eigenlijk ezerneutraal opnemen binnen het eigen budget. Meneer de minister-president, ik heb met collega Van Mechelen en collega Verreek, ook met collega Peumans in de commissie Openbare Werken, in de commissie Financiën, telkens het rapport rond de alternatieve financiering en de PPS mee opgevolgd. En daar is elke keer opnieuw, zowel door collega Verreek als door collega Van Mechelen gevraagd, wat is uw plan B? Dus u wist wel degelijk, en iedereen in dit huis wist wel degelijk, dat dit er mogelijk zat aan te komen. En weet u, minister-president of ex-minister-president Peters is hier niet aanwezig, weet u wat Chris Peters mij antwoordde toen ik een aantal kritische vragen stelde over de PPS? Meneer Joska, u gaat toch niet als enige hier in de commissie die PPS in twijfel trekken? En ik moet eerlijk zeggen dat het mij wat ontgoochelt van een aantal mensen dat ze eigenlijk nu geen kleur bekennen, want toen in de wandelgangen, ook van uw partij, kreeg ik eigenlijk de opmerking, wij zijn absoluut niet gewonnen voor dat PPS. Wij willen terug naar een klassieke financiering, want op lange termijn is het eigenlijk een kostendrijvend systeem wat de begroting volledig zal ontregelen, want u bouwt eerst schuld op buiten de begroting en u moet ze met de ter beschikkingsvergoedingen terug binnenhalen. En het is collega Peumans, jammer dat hij er niet is, die ook in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken, en minister Krevits was daar toen bij, regelmatig heeft gevraagd wat de impact was van de kosten, de PPS, op lange termijn. Dus nu zeggen, de PPS komt uit de lucht vallen, sorry, we kunnen niet meer doen voor zorg, want we moeten eerst dat oplossen, dat is eigenlijk in mijn ogen volksverlakkerij. Meneer de minister-president. Voorzitter, ik laat de woorden van collega Joska over de volksverlakkerij voor hem natuurlijk. Maar ik wil u alleen zeggen, als u teruggrijpt naar de klassieke financiering met leningen, wat normale huismoeder, normale huisvader zou doen, hebt u hetzelfde ezermatig probleem. Uiteraard, maar dan was het van bij het begin duidelijk. Want ook uit het rapport alternatieve financiering
waar we in de commissie openbare werken zwaar over hebben gediscuteerd, blijkt eigenlijk dat regelmatig PPS-constructies zowat 15% duurder zijn dan klassieke financiering. Ook dat mag wel eens gezegd worden. Wat ik niet begrijp... Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. Dat is inderdaad een duurder constructie, een veel moeilijker constructie, die tal van nadelen vertoont, maar het was een afspraak die gehonoreerd was destijds, die aanvaard was door de Europese instelling, door het INR. Nu komt men daarop terug. Als je nu gaat lenen om scholen te bouwen, lenen gaat bouwen om ziekenhuizen te bouwen, dan ga je opnieuw de situatie hebben dat in jaar 1, op het moment van je transactie, het hele bedrag moet aangerekend worden, is er matig. Dat is een technische discussie waar we de volgende maanden absoluut diep op gaan. Nee, maar dat is helemaal geen technische, dat is een budgetair zeer zware discussie. Ja, absoluut. Ja. Maar we gaan er vandaag niet uit geraken. U hebt uw standpunt, maar wat ik niet begrijp is dat u zoveel miljarden euro's voorziet voor de verkiezingen voor zorg, dat u nu zegt, we kunnen maar 500 miljoen voorzien, want er komt een 600, 700 miljoen euro voor bij de PPS, maar dat u zelf voor de verkiezingen over een bedrag sprak van 3,4 miljard euro voor de zorg, haal daar eigenlijk uw 1,1 miljard euro af en u hebt eigenlijk nog altijd een dikke 2 miljard euro voor zorg. Enfin, dat zijn dan ook de cijfers. Nu, wat betreft dat budgettaire plaatje, hebt u ervoor gekozen, en dat was de discussie, denk ik, met uw collega's van de CD&V, om eigenlijk te gaan voor de korte weg. De harde weg en het harde besparen. 2 jaar doorbijten door de zure appel. Terwijl er ook een weg van geleidelijkheid was. Een weg van geleidelijkheid die eigenlijk, denk ik, quasi elke partij zowat bewandelde als ik nog eens het rapport van de rekeningen 14 van de verkiezingen 2014 bekeek. De weg van geleidelijkheid. En vandaar ligt er een akkoord voor waarbij we de achterkant nog niet mogen zien, maar waarbij we er vooral hard bespaard wordt. Terwijl... En ook dat, en dat is macro-economisch, en dan laat ik u het woord, meneer Diependalen, dat is macro-economisch, terwijl er in het buitenland voorbeelden genoeg zijn van regeringen die gekozen hebben voor een harde sanering, maar tegelijkertijd het vertrouwen bij heel wat consumenten hebben geschonden, waardoor een economie ook wel eens kan stilvallen. Meneer Diependalen. Meneer Joska, puur ter informatie, maar u pleit voor de weg van de geleidelijkheid. Dus dat betekent dat u schulden wilt opbouwen. U wilt schulden opstapelen en doorschuiven naar de volgende generaties. Ik dacht dat het uw voorzitter was die zei, ik wil het evenwicht ook wel eens uitstellen tot 2016 of 2017, als dat makkelijker is. Dat is uw voorzitter, die eigenlijk zelf in de campagne dat heeft gelanceerd. Maar ik denk dat u verschillende beleidsniveaus door elkaar haalt. Ik bekijk het op zijn totaliteit, wat u ook zou moeten doen, want u zit nu aan een federale onderhandelingstafel en op Europees niveau denk ik dat we één entiteit zijn, allemaal samen, of niet? Een economie die vooral hard bespaart... En dat heeft collega Van Malderen terecht gezegd, heeft daarvoor Paul de Grauwe geciteerd. Die ging ik ook citeren, geen linkse jongen, is een liberaal in hart en nieren. En hij staat eigenlijk op het standpunt, te hard besparen kan een economie en zal een economie eigenlijk schade berokkenen. Minister-president, in uw verklaring gisteren gaf u aan, en u zegt dat eigenlijk vandaag ook opnieuw in de pers, en ik denk dat u daar gelijk in heeft, dat is ook hetgeen wat ik gelezen heb in dat akkoord, dat er een fundamentele verandering zit in de rol van de overheid. En u heeft dat gisteren ook zeer duidelijk benadrukt, en u benadrukt dat vandaag ook. U wil die, 1, slanker maken, en 2, wegtrekken waar ze volgens u niet nodig is. En dat is inderdaad, in mijn ogen, een ongeziene omslag. Maar het gevolg daarvan is, en dat zie ik op verschillende plaatsen in het akkoord, dat er een grotere commercialisering is van de dienstverlening. Er is het voorbeeld van het onderwijs, maar daar ga ik niet meer te lang bij stilstaan, daar hebben we uitgebreid over gedebatteerd, maar ook bij de lijn. En ook mijn partij was inderdaad voorstander en is nog altijd voorstander van het afschaffen van het gratis openbaar vervoer, en ik durf dat hier zeggen, van het gratis openbaar vervoer van 65-plussers. Waarom? Omdat het een lineaire maatregel was, die eigenlijk geen rekening hield met een sociale herverdeling. Maar wat ik nu niet snap, is dat u eigenlijk zegt, we gaan nog eens bij de lijn besparen. Er moeten nog eens efficiëntiewinsten komen. Terwijl, en ik wil collega Krevits daar, en ik hoop dat ze dat ook herkent, we hebben regelmatig gediscuteerd hier en in de commissie over de lijn. En dan heeft ze op een gegeven moment ook gezegd, we hebben al diep genoeg bespaard bij de lijn. Het kan echt niet meer. En wat u nu doet, is eigenlijk zeggen, we gaan opnieuw besparen bij de lijn. Maar u doet hetzelfde als met het onderwijs. U schuift de verantwoordelijkheid door, onder de vorm van autonomie, verantwoordelijkheid. Weet u wat? U mag het budgettaire plaatje zelf oplossen. U kan eventueel
tarieven aanpassen. U kan eventueel meer reclameinkomsten genereren. Met andere woorden, indirect gaat u opnieuw de factuur, eigenlijk de factuur voor openbaar vervoer leggen bij degenen die dat openbaar vervoer eigenlijk ook gebruiken. En ik heb niks tegen efficiëntiewensen. Absoluut niks. Zolang ze geen schaamlapje zijn om als overheid niet te blijven werken aan bijvoorbeeld toegankelijke cultuur en duurzame mobiliteit. En ik was eigenlijk... Mevrouw Rutte is hier niet, maar ik zal het aan meneer Tommelijn en zijn collega's zeggen. Ik was eigenlijk zeer tevreden met de keuze voor meneer Gats als minister van Cultuur. Absoluut. Ik denk dat cultuur echt wel iemand kan gebruiken die cultuur ademt. Maar, meneer Gats, ik hoop dat u ondertussen tijd hebt gehad om het akkoord te lezen. Het deelakkoord cultuur is niet al te zwaar, dus u zal daar vrij snel doorgeraakt zijn. Ik roep u op om eigenlijk van die vaagheid die in het akkoord zit, het weinige dat erin staat, om dat maximaal te gaan uitbuiten en vooral te gaan focussen op hetgeen wat er niet in staat. En dan hoop ik dat we een deftig cultuurbeleid in Vlaanderen opnieuw kunnen krijgen. Wat betreft de mobiliteit en het hoger onderwijs, is eigenlijk de slagzin van deze regering: los uw problemen zelf op. De manier waarop u het doet, dat interesseert ons eigenlijk niet. Werken aan betaalbare, duurzame mobiliteit is een opdracht van deze overheid en vind ik eigenlijk veel te weinig terug in uw teksten. Onder meer in het luik mobiliteit zit weinig of niks nieuws. Het is een doorslagje van 2009, maar ik kom daar straks nog eens op terug. Dus ja, meneer de minister-president, deze regering zal heel wat mensen pijn doen. En u hebt ervoor gekozen om die verantwoordelijkheid vooral af te schuiven en door te schuiven naar andere actoren. Wat betreft dat budgettaire, misschien toch nog één ding. En u zal het mij niet kwalijk nemen dat ik dat cijfer noem, want u noemt het zelf en u hebt het zelf eigenlijk gelanceerd. Dat is die besparing op de eigen werking. U zegt we besparen op eigen werking, op eigen middelen voor 70%. Ik vind dat percentage niet terug in dit akkoord. En eigenlijk vraag ik aan u, zeker gezien de budgettaire toestand, en ik heb eigenlijk ook het rapport van de administratie op dat vlak goed gelezen, die een zeer duidelijke prognose heeft gemaakt van hoe het met de meerjarenbegroting en hoeveel er moet bespaard worden en wat bij ongewijzigd beleid. Dus u zegt, en dat klopt, 1,4, 1,5 miljard euro die we moesten zoeken, 70% op eigen beleid. Ik zou graag een antwoord hebben hoe u dat eigen beleid, die 70%, gaat invullen. Een aantal zaken zijn duidelijk. Ik zie een aantal dingen zitten in dat akkoord. U gaat naar een administratieve vereenvoudiging. 88 entiteiten worden er 62, u zei 63. Ik dacht 62. Ik zou graag weten wat is daar de besparing op. Hoeveel miljoenen euro's zijn dat? Hoe gaat de personeelskost daar, die daarin zit, gaan gehanteerd worden? Wat betreft de besparingen die u ziet bij de provincies, heb ik zeer concrete vragen van wat er gebeurt eigenlijk met provinciale instellingen die in steden zitten die provincievrij worden, maar ook in steden zitten die niet provincievrij worden. Wat gaat u doen met de vele provinciale musea in Gent, Antwerpen, Oostende, Tongeren? Worden die overgedragen aan de stad? Gaat het lokale bestuur die moeten binnenbetrekken? Gaat Vlaanderen de factuur betalen? Dus met andere woorden, ik heb zeer veel vragen op het budgettaire niveau waar ik vind dat u moet stoppen met in de pers cijfers te noemen, maar eigenlijk met een cijferakkoord naar dit parlement komen. Collega's, een regeerakkoord zonder duidelijke cijfers wekt onrust en angst. Dat hebt u zelf gezien de afgelopen dagen. En wat mij betreft, uw eerste V van vertrouwen, dat is eigenlijk een W van wantrouwen geworden. Die V van vertrouwen die heeft al heel wat glans verloren. En dan uw tweede V-woord. Verbinden. Verbinden heeft te maken met zorg en met onderwijs. En ook daar, ik ga niet opnieuw heel de discussie doen, de bedragen zijn genoemd, maar wat mij van het hart moet, is dat u met het minimum aan, of de minimum budgettaire ruimte die u nu voorziet, dat u eigenlijk weet, en opnieuw komt dat systeem boven, dat u tegen heel wat mensen en organisaties zal zeggen binnen de zorg, los uw problemen vooral zelf op. En dan zie ik bijvoorbeeld in de kinderopvang, minister Van Deurzen heeft daar net nog naar verwezen, ja, maar dat stond in het eerdere decreet ook, maar er staat dat er een absolute voorrang komt
voor kinderen van mensen die werken, van ouders die werken. En tegelijkertijd, en ik zie daar, en dat zegt collega Beke ook vandaag in diezelfde krant waar u ook een interview in geeft, we hebben ons met de CD&V eigenlijk zowat teruggetrokken op zorg en onderwijs en geprobeerd om daar eigenlijk de schade te beperken. Dus langs de ene kant, in één en dezelfde zin, zegt u, we gaan een absolute voorrang geven aan kinderen van ouders die werken, en dan daarna komt in één en dezelfde zin, maar we gaan ook de toegankelijkheid voor kinderen uit kwetsbare gezinnen verzekeren. Wat is het nu? Hoe rijmt het nu eigenlijk met elkaar? Absolute voorrang of eigenlijk de verzekering voor kinderen uit kwetsbare gezinnen? En hetzelfde met onderwijs. Ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg het gisteren toch een beetje koud bij sommige van de passages uit uw toespraak. U begon die met onderwijs en vooral het beeld dat u gebruikte. De sterke leerlingen stagneren, de zwakkeren vallen ongekwalificeerd uit. En die laatste, zei u, die moeten we eigenlijk zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt begeleiden. Zodanig dat ze die sterke niet belemmeren. En u heeft in de media, u heeft het in de media zelfs in dat kader over een besparing. Over een besparing voor het onderwijs. Weet u, minister-president, het gaat over mensen en het gaat echt niet over nummers. Maar collega, nu gaat u er echt wel over. Ik vraag u de tekst die ik gebracht heb na te lezen. Ik heb gezegd wat blijkt uit de opeenvolgende PISA-rankings. Dat is dat onze sterkeren in die rankings dat die minder presteren. En dat is een lijn die terugkeert. We zitten boven gemiddeld, gelukkig nog. Maar alle onderwijsexperten maken zich daar zorgen over. En twee, ik heb gezegd dat Vlaanderen vrij goed presteert in zaken schooluitval. Dat we al beter doen dan doelstellingen die vooropgesteld waren. Maar dat dit nog beter moet, dat minder ongekwalificeerde mensen uit school moeten stromen. Dat is het doel van deze regering. En dus verteken absoluut mijn woorden niet. Hè? Ik verteken uw woorden niet, maar u hebt het wel in de pers voorgesteld als een besparing. De oriënteringsproef werd als een besparing voorgesteld in de pers. En dat is het in mijn ogen absoluut niet. U gelooft ook, en dat staat wel duidelijk in het akkoord, dat kan ik u letterlijk citeren, eigenlijk ook niet langer in het emanciperende karakter eigenlijk van onderwijs. U vindt, en we hebben het er net al over gehad, dat onderwijs moet terugplooien op zijn kerntaken. En veel terughoudender moet zijn, en dat staat letterlijk in het akkoord, veel terughoudender moet zijn met betrekking tot maatschappelijke problemen of zelfs opvoedingskwesties. Het sterker ondersteunen, en collega Meuleman heeft u de passage gegeven, het sterker ondersteunen van kinderen met een bepaalde opvoedingsproblematiek schaft u gewoon af. Het staat niet in het akkoord. En dit is een fundamentele omslag. Ik dacht, meneer Van den Neuvel, dat CD&V, en ik heb dat ook letterlijk uit uw 3D-plan gehaald, pleitte voor een sterk partnerschap tussen leerkrachten en ouders in zaken opvoedingsproblematiek. En ik lees in uw 3D-plan, en ik citeer het letterlijk, we optimaliseren de kansen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, stappen af van een medisch deficiëntiedenken en evolueren door naar een sociaal contextueel model, waar zowel in het buitengewoon als in het gewoon onderwijs en zorgbehoeften primeren. Letterlijk citaat uit uw 3D-plan. Maar wat gebeurt er? Het hele gokbeleid gaat op de schop en ook de VLD, waar toch minister Van der Poorten een van de voorvechters was, die zit erbij, kijkt ernaar en zwijgt. En opnieuw luidt het devies aan die kinderen en eigenlijk aan de ouders die achter die kinderen zitten, los uw probleem vooral zelf op. Zelfredzaamheid heet dat in uw akkoord, maar dan met een zeer duur woord. U wil verbinden, maar eigenlijk verdeelt u. En iedereen is het er eigenlijk over eens, ook specialisten van niet van de linkerzijde, economisten die eerder langs de rechterkant lopen, iedereen is het er ondertussen over eens dat de ongelijkheid in de samenleving alleen maar is toegenomen. En toch lijkt het alsof ongelijkheid in uw Vlaanderen niet bestaat. U rept er met geen woord over. Ongelijkheid komt niet één keer voor in het regeerakkoord dat hier op tafel ligt. Armoedebeleid is eigenlijk een van de minst uitgewerkte stukken. Het blijft hangen in vaagheid. Er zijn stukken in dit akkoord die zeer concreet met acties zijn uitgewerkt. Armoedebeleid blijft hangen in vaagheid. En nochtans, we hebben ook in dit parlement in het verleden over verschillende dingen gediscuteerd. Over discriminatie op de arbeidsmarkt, over discriminatie op de huurmarkt en zo meer. Europa en de OESO, want daar schermt u natuurlijk graag mee, tonen keer op keer ook aan dat Vlaanderen helemaal onderaan bengelt als het gaat over participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. En vorig jaar
haalde ik zowat 50 jongeren naar dit parlement om te praten over jeugdwerkloosheid. En daar zaten jongeren tussen van alle slag. Ook mensen met een allochtone achtergrond die wel degelijk een diploma hadden, wilden werken, maar de deuren daarvoor vielen eigenlijk dicht. En wat merk ik in het regeerakkoord? Er staan geen concrete dingen in rond de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Er staan algemeenheden in. We gaan sensibiliseren. We hebben zelf de instrumenten niet, die zitten op federaal. We zullen het daar aankaarten. Wel, u zit nu ook aan die federale tafel. We zullen ook daar de toets, de discriminatietoets, moeten toepassen, want het is echt gedaan, denk ik. We kunnen het ons als samenleving niet meer permitteren om een hele groep mensen buiten beschouwing te laten. En als u een resultaatsverbintenis van die mensen vraagt, wel, dan moet u ook een resultaatsverbintenis langs de andere kant op tafel kunnen leggen. Gezien de povere resultaten van de afgelopen jaren, en we hebben met collega Muiters daar regelmatig over gediscuteerd in de commissie Werk, had ik toch wel gedacht dat daar zeer concrete punten eigenlijk in dat regeerakkoord zouden zitten. Maar ja, met een goed cv vind je toch volgens Bart De Wever makkelijk een job. En dan uw derde V. Uw derde V is eigenlijk vooruitgang. Voorzitter, collega's, toonaangevende landen, en het is hier al gezegd, zoals Duitsland, hebben al eerder begrepen dat om echt vooruit te gaan in die 21ste eeuw er een slimme combinatie moet zijn van economie en ecologie in een duurzame economie. Dat is de juiste weg. En, meneer Diependalen, het moet gezegd, de vergroening van de economie staat in dit akkoord. En ik geef toe, en ik ben blij om te lezen, dat het meer richten van innovatie en het zoeken naar manieren om KMO's toe te leiden een goed punt is. Daar moeten we werk van maken. Daar vindt u in mij een bondgenoot. Alleen weet u net als ik dat de vorige jaren daar regelmatig in het bestuursakkoord ook naar verwezen werd, maar dat het resultaat wel nogal eens tegenviel. De ecologiepremie hebben we verschillende keren moeten bijsturen en op den duur werd het vizier of de focus zo breed dat eigenlijk de duurzaamheid een pak achterwege bleef. Maar goed, u hebt opnieuw de ambitie om het vizier op scherp te zetten en ik denk dat dat een goede zaak is. Maar ik had graag, en daar hebben we ook al over gedebatteerd, ik had graag wat meer ambitie gehad op klimaat en op mobiliteit. Op duurzame mobiliteit en op klimaat. Want wat betreft klimaatbeleid, daar schuift u wel degelijk de schuld door naar de volgende generaties. Wat u zegt op het financiële, we willen de schuld niet doorschuiven, gaat u wel doen op het klimaatbeleid en gaat u ook wel doen op vlak van duurzame mobiliteit. Een stevig hernieuwbaar energiebeleid ontbreekt. Wat is eigenlijk uw optie op vlak van klimaat en op vlak van milieu? Niet voorop lopen. Het staat letterlijk in het akkoord. We willen naar een level playing field. No gold plating staat er eigenlijk in. We willen in Europa niet voorop lopen. En dit allemaal in functie van de concurrentiepositie van onze bedrijven, terwijl u eigenlijk daar een valse tegenstelling zoekt. Het is net de duurzame economie en dat wijst men in het buitenland, wijst men dat elke dag, bewijst men dat elke dag, dat die combinatie, als die twee elkaar vinden, dat er een sterke economie en een veel weerbaarder economie naar boven komt dan een klassieke. Dus eigenlijk in C vindt u dat klimaatbeleid en milieubeleid niet zo belangrijk is, enkel doen wat Europa vraagt en dat noemt u dan verstandig groen, want daar was het weer, het stond weer in het akkoord, verstandig groen. Chris Peeters is jammer genoeg afwezig. U gaat bijvoorbeeld, en ik kijk specifiek natuurlijk naar minister Schouwvliegen, ik vind eigenlijk wat u qua luchtbeleid in dit regeerakkoord presenteert, het is nauwelijks 6 lijntjes lang, er zit zeer weinig concrete actie in en het enige wat daar staat is dat u 50% van uw schone lucht in het buitenland gaat kopen. Wel, dat noem ik geen verstandig groen, dat is onverstandig grijs, dat is zelfs ongezond grijs. Terwijl de gezondheid van heel wat mensen wordt aangetast, gaat u gewoon, net zoals in het verleden, schone lucht kopen in het buitenland met de V van verstandig groen. Ik zet hier in de plaats de O van ongezond grijs. Geen ambitie lees ik in uw akkoord om het bosbestand in Vlaanderen uit te breiden. Vorige legislatuur regelmatig over gediscuteerd. Enkel doen wat Europa vraagt. Geen omslag naar duurzame mobiliteit. Ik lees zelfs in dit akkoord twee verschillende passages, twee tegengestelde passages in het luid mobiliteit. Langs de ene kant lees ik op pagina 39 dat alle vervoersmodi gelijkwaardig worden beschouwd. We gaan die gelijkwaardig behandelen. En iets verderop staat u dat we gaan vasthouden aan het stopprincipe. Wat is het nu? Het stopprincipe is een duidelijke hiërarchie en op pagina 39 schrijft u eigenlijk gewoon we gaan uit van alle vervoersmodi complementair naast elkaar op een evenwaardig niveau. Als dat uw duurzaam mobiliteitsbeleid is, dan denk ik
dat we de omslag, de nodige omslag, om in Vlaanderen nu eens echt werk te maken van een vernieuwend mobiliteitsbeleid, grondig missen. En er zit eigenlijk weinig nieuws in. De slimme kilometerheffing voor vrachtwagens, gelukkig, is behouden. Die gaan we invoeren. Die voor de personenwagens, daar zit toch al wel wat beetje ruis op. Het wegenvignet komt terug boven. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik hoop dat we binnenkort snel met het parlement een commissie mobiliteit kunnen samenroepen om de studie die eigenlijk besteld is onder de vorige regering, die af is, die ook al in de pers is geweest, om die deftig te bekijken, zodanig dat we nu eindelijk ook eens werk kunnen maken van een slimme kilometerheffing voor personenwagens en misschien toch nog eens ten opzichte van andere Europese landen vooruit kunnen lopen. Collega's, wat betreft milieu, mobiliteit en klimaat ben ik het eigenlijk dus eens met de evaluatie van Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu. Dit regeerakkoord mist elk spoor van ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen en het laat eigenlijk na de maatregelen voor economische groei expliciet te koppelen aan de vereisten die een klimaatneutrale groene economie met zich meebrengt. Dus die V van vooruit, die willen wij toch wel makkelijk vervangen door verder laten vervuilen, lijkt ons een betere V dan die vooruitgang van u. Collega's, en ik kom bijna aan mijn conclusie, deze regeringstekst is eigenlijk het sluitstuk van een evolutie van de laatste 10 jaar. N-VA en CD&V kwamen 10 jaar geleden als één kartel samen in de Vlaamse regering. En van regering tot regering voerde de N-VA een blauwdruk door richting een ander samenlevingsmodel. De oranje of de blauwe toets van de twee juniorpartners, CD&V en VLD, is wat mij betreft ver te zoeken in deze tekst. Dit is een N-VA-akkoord. Dit is inderdaad, meneer Diependalen, een VVV-akkoord. CD&V tracht op zijn eigen terreinen zorg en onderwijs nog wat stand te houden, nog wat te surplassen, zoals we in de koers zeggen. Maar eigenlijk hebt u de sprint allang verloren en hebt u de koers allang verloren. En de VLD is, sorry dat ik het zeg, niet groter dan het blauw stickertje op de achterruit van de grote zwart-gele limousine die doorraast. Collega's van de CD&V, besef goed, door straks met uw groene knop dit regeerakkoord goed te keuren, stapt uw partij, CD&V, definitief naar een model waarbij de verantwoordelijkheid vooral bij het individu komt te liggen en niet langer bij de warme samenleving. Dit akkoord is eigenlijk gewoon een afscheid van het warme Vlaanderen waar uw partij jarenlang voor heeft gestaan. Progressieve en sociaal voelende mensen en organisaties die hun hoop hadden gesteld op de CD&V zijn wat mij betreft de grote verliezers in dit akkoord. Groen had gehoopt op een open, fris en modern regeerakkoord dat Vlaanderen socialer kon maken, warmer en milieuvriendelijker. Maar de analyse van dit regeerakkoord en vooral het samenlevingsmodel dat eronder zit, toont het beeld van een kille, harde, conservatieve regering die de meeste Vlamingen zal treffen, hun koopkracht zal verminderen en de samenleving zal verdelen tussen een handvol die mee kunnen en de rest die eigenlijk een stuk zal moeten inleveren. En ja, ik ben, net zoals veel mensen, vandaag ongerust over dat Vlaanderen van morgen. En ik ben eigenlijk niet de enige die ongerust is. De ongerustheid bij jongeren die willen gaan studeren of een job zoeken. De onrust bij ouderen die op wachtlijsten staan. Alleenstaanden die het nu al moeilijk hebben om een energiefactuur te betalen. Het jong gezin dat in Antwerpen woont of in de Vlaamse rand en die eigenlijk een autostrade door hun stad gaan zien liggen. Aan al deze mensen zegt eigenlijk deze regering, het gaat nog wat langer pijn doen. Jullie gaan nog wat langer moeten afzien. Maar het is nodig, zegt onze nieuwe minister-president, minister Bourgeois, want iemand moet die crisis toch betalen, nietwaar? En dat zal vooral u zijn. En wat mij dan nog het meest tegen de borst stuitte, of een van de passages in het akkoord die mij het meest tegen de borst stuitte, was deze rond Oosterweel. Ik moet eerlijk zeggen, collega's van de VLD, had u deze regering ingestapt met hetgeen wat u had beloofd in de campagne, als wij aan het bewind komen, dan gaat Oosterweel van tafel, dan zou ik u gezegd hebben, u had een legitimiteit om die stap te zetten. Want dan had u uzelf gebruikt als breekijzer om hetgeen wat u in de campagne toch verschillende keren naar voren heeft geschoven. Zelfs meneer Somers heeft het samen met mijn partijvoorzitter ook naar voren geschoven. Laat ons de moedige beslissing nemen om die Oosterweel af te schaffen. En eigenlijk zie ik in dit akkoord gewoon Oosterweel is beslist beleid. En u hebt wel ergens een studie losgekregen, maar eigenlijk
Weet u bij voorbaat dat u die strijd verloren heeft? Ik had de vraag willen stellen aan mevrouw Rutte, maar ze is er niet. Wat denkt u dat deze Vlaamse regering gaat doen? Op het moment dat dat onderzoek aantoont dat een overkapping van de ring niet kan met het BAM-tracé, denkt u dat u dan de macht gaat hebben in de Vlaamse regering om dat BAM-tracé weg te gooien? Ik denk het niet. Ik denk dat u moet stoppen met uzelf en uw kiezers, en vooral uw Antwerpse kiezers, een rat voor de ogen te dragen. Meneer Tomelij. Wel, eerst en vooral, meneer Joska, ik ben blij dat het blauwe lijntje u wel degelijk is opgevallen. Dat betekent dat het dan ook een opvallend blauwe lijntje is. En of wij als liberalen hier in de komende 5 jaar mee het verschil zullen kunnen maken, dat zullen we wel in de 5 volgende jaren zien. Maar wat uw laatste punt betreft, kijk, wat Oosterwille betreft, is de essentie dat wij daar de leefbaarheid en de mobiliteit met elkaar moeten verzoenen. En we moeten daar niet flauw over doen. We weten wat de standpunten waren van de coalitiepartners, we weten wat onze standpunten waren. En als je in de regering stapt op gelijk welk moment, dan weet je dat je moet proberen standpunten met elkaar te verzoenen. Er is uiteraard een derde Scheldekruising nodig, dat staat ook in een akkoord. En er is ook een overkapping nodig. In het regeerakkoord staat duidelijk dat er een ernstig onderzoek zal komen voor de overkapping. U kan daar nu minachtend over doen, maar dat staat er toch wel degelijk in, meneer Joska, nietwaar? Is een puntje. En dan denken wij dat dat ruimte geeft voor voorschrijdend inzicht en samen met het openbaar onderzoek dat nu op dit moment nog loopt, tot op een bepaald moment in de regering beslissingen en inzichten zal leiden. Wij blijven bovendien, wij blijven bovendien vinden dat er een breed, giechelende dames, meneer de voorzitter, is er een breed draagvlak nodig en de geschiedenis leert ons dat je dergelijke projecten inderdaad zoveel mogelijk probeert te realiseren met steun van de burgers. En daarvoor zal ook een juiste dynamiek nodig zijn en dat is ook de juiste dynamiek. En dit regeerakkoord zegt ook heel duidelijk, de filosofie is samenwerken en verbinden en wij hebben daar het volste vertrouwen in, meneer Joska. Meneer Joska, wens je nog te reageren? Ja, ik wens daarop te reageren in die zin dat natuurlijk die studie die u verkregen hebt, dat is eigenlijk geen blauwe lijn, dat is een belachelijk klein puntje. Want u weet even goed als ik dat deze regering al in de vorige legislatuur beslist heeft, we gaan door met Oosterwele. Het is beslist beleid. Trouwens, uitspraken van collega's uit uw Vlaamse regering, van onder andere collega Wijts, die heeft zeer duidelijk in de pers laten staan, met Oosterwele gaan we door. Dat is een beslist dossier. En dus die studie naar de overkapping, dat is eigenlijk gewoon een doekje voor het bloeden. En ik vind het jammer dat u eigenlijk de bocht die u gemaakt had voor de campagne en in de campagne, die ik een moedige bocht vond, dat u die opnieuw verlaat, eigenlijk enkel en alleen om in die regering in te stappen. En nogmaals, ik wil u niet van uw naïeve geloof afhelpen, maar als die studie aanwijst dat het BAM-tracé niet compatibel is met een overkapping, dan zeg ik u nu al, en ik doe misschien een boude voorspelling, deze Vlaamse regering zal doorgaan met Oosterwele. Weet u wat, meneer Tomelijn? U hebt misschien nog ergens een kans. U hebt misschien nog ergens een kans, want waar deze Vlaamse regering in zijn akkoord eigenlijk ook over zwijgt, en ik hoop dat u echt met dat financieel plaatje naar boven komt, dat is, we hebben het gehad over de PPS-constructies in scholenbouw, in mobiliteit en openbare werken, maar er is nog een PPS-constructie die mogelijk door Europa op de helling wordt gezet, en dat is die in de Oosterweel. En ik heb op het einde van de vorige legislatuur een aantal zogenoemd geheime rapporten naar boven gebracht, waar bedragen werden genoemd die moesten vanuit de Vlaamse regering toegespeeld worden aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Oosterweel, die zelfs nog niet eens in de meerjarenbegroting stonden. Dus u hebt misschien nog een kans, dat is op het moment dat Europa zegt, heel uw constructie, wat ik eigenlijk wist en wat eigenlijk ook wel collega Van Mechelen en collega Vreek zeer goed weten, eigenlijk is heel de constructie die de Vlaamse regering rond Oosterweel heeft opgezet, gewoon een kaartenhuis dat Europa zal wegblazen. Dat is misschien uw kans die u nog heeft. Meneer Van Malderen, u vroeg het woord. Oh ja, ik had eens te luisteren naar de tussenkomst van collega Tomelijn. Ik heb ondertussen opgezocht dat toch wel een beetje afwijkt van wat 19 uur geleden op de website van De Morgen verscheen, waar collega Schiltz toch wel iets affirmatiever een ander standpunt inneemt. Ik vroeg me af, is dit nu de eerste barst, ofwel in een fractie, ofwel in de regering?
Meneer Tommelijn. Meneer Van Malderen, ik stel voor dat u zich vooral bezighoudt met de barsten in uw eigen fractie en in uw eigen partij. Dat lijkt mij een belangrijker opdracht. Zoska. Meneer Zoska. Ik heb alleszins veel barsten zien zitten in dit akkoord. Daarover, denk ik, bestaat geen enkele twijfel niet meer. Deze regering, collega's, is er eigenlijk eentje van sterk, sterker en sterkst. De survival of the fittest zit er eigenlijk in. Wie niet mee kan, is gezien. Trek uw plan, los het zelf op. De ieder voor zich mentaliteit ademt het akkoord eigenlijk uit. Deze V-regering staat voor verarmen, verarmen, vervuilen, vervuilen, verdeeldheid, verdeeldheid. En de rest is eigenlijk voor de tribune. De V-regering, N-VA-regering, staat voor een hardvochtig en asociaal Vlaanderen, waar eigenlijk de ieder voor zich mentaliteit de plak zwaait. Het is mijn Vlaanderen niet. Het was het Vlaanderen niet van de CD&V. Het was ook het Vlaanderen niet van de VLD. Maar ik stel eigenlijk wel vast dat ze dit akkoord mee zullen ondersteunen. Mijn tienkoppige groenfractie, en dat zal u niet verwonderen, zal dit akkoord niet steunen, maar we zullen proberen om vanuit een kritische, constructieve oppositie te wegen en bepaalde dingen eventueel nog ten goede bij te sturen. Dank u wel, meneer Van den Heuvel. Meneer de voorzitter, meneer de minister-president, dames en heren, ministers, beste collega's. Deze Vlaamse regeringsvorming was er één zonder voorgaande. Want dus de hardbevochten zesde staatshervorming creëert, zoals al regelmatig is gezegd, heel wat nieuwe hefbomen voor een sterker Vlaanderen. En het was heel leuk om te zien, collega Diependalen, hoe u N-VA-collega's met vol goesting, met veel enthousiasme, ingingen op die nieuwe hefbomen, op die nieuwe kansen die Vlaanderen heeft gekregen dankzij die zesde staatshervorming. Niet waar, meneer Weitz? Maar deze zesde staatshervorming bracht ook gigantische uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die het volwassen Vlaanderen nu meer dan ooit zelf moet aangaan. Uitdagingen die dwingen tot toekomstgerichte keuzes. We hadden kunnen achteruit gaan. We hadden achteruit kunnen gaan liggen en niks doen. We hadden de zaken hun gang kunnen laten gaan. De zaken laten lopen zoals ze gingen. Het beleid van de voorgaande jaren had trouwens Vlaanderen goed voorbereid en de crisis goed laten doorstaan. Wel, beste collega's, hoe sterk het palmares van de vorige regering ook is, stilstaan is vandaag geen optie. Stilstaan is geen optie, gisteren niet, vandaag niet, morgen niet, nooit. Want geen enkel beleid is asocialer dan een beleid dat de toekomst niet voorbereidt. Geen enkel beleid is asocialer dat de toekomstige generaties opzadelt met een gigantische hypotheek. Geen enkel beleid is asocialer dan dat dat keuzes uitstelt. Geen enkel beleid is asocialer dan dat beleid dat niet investeert in economische groei en niet investeert in sociale vooruitgang. Niet voor niets de oranje leidraad in de verkiezingscampagne, maar ook onze uitgangspunten voor dit regeerakkoord. Wij bouwen voort op wat de voorbije jaren werd geactiveerd en vullen aan met nieuwe maatregelen die Vlaanderen definitief de omslag doet maken. Daarom, collega's, is het budgettaire evenwicht dat Vlaanderen de voorbije legislatuur bereikte en ook in dit akkoord verankerd is, zo fundamenteel. Hoe moeilijk realiseerbaar ook, het is de enige weg om versneld meer ademruimte te creëren en onze gezinnen, ondernemers en verenigingen te geven wat hen toekomt. Zekerheid en perspectief. En geen financiële hypotheek op de toekomstige generaties. Dit regeerakkoord maakt daarom structurele keuzes om dit budgettair tekort toe te rijden. Dit akkoord is gebaseerd op vertrouwen. Daarom kiest deze bestuursmeerderheid ervoor om haar eigen overheidsapparaat af te slanken, om verder terug te kunnen treden ten voordele van lokale besturen,
ten voordele van onderwijs en haar koepels, ten voordele van de sociale partners en de vele middenveldorganisaties in evenveel maatschappelijke sectoren. Vlaanderen put immers immens veel kracht uit het steeds grotere vertrouwen in haar partners. Als Vlaanderen succesvol aanknoopt met een stabiele toekomst, dan is het omdat precies die samenwerking zo centraal in haar DNA zit vervat. Deze oranje draad, minister-president, zullen wij vanuit onze fractie bewaken. Respect voor overleg, respect voor sociale partners, respect en waardering voor de centrale rol van het middenveld. Een overheid kan pas succesvol terugtreden wanneer er voldoende sterke partners klaarstaan om de rol over te nemen. Het is dat brede partnerschap dat Vlaanderen de zuurstof geeft om economisch te groeien en de noodzakelijke voorwaarden creëert voor sociale vooruitgang. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom, collega's, steunen we ook enthousiast de keuze om lokale besturen meer ruimte te geven om zelf hun toekomst te bepalen. Geen verplichte fusies en een integratie van sectorale subsidies in het gemeentefonds zijn daarvan de beste voorbeelden. Een gemeentefonds dat trouwens blijft groeien met een groeivoet van 3,5%. In deze budgettaire context een huzarenstuk, waarmee deze regering bewijst hoezeer zij het lokale bestuursniveau waardeert. Daarom ook zet deze bestuursmeerderheid in op de verdere uitbouw van een indrukwekkend arsenaal aan maatregelen om initiatiefnemers in Vlaanderen te verwelkomen, maar ook aan te moedigen. Het nieuwe industrieel beleid en de fabriek van de toekomst blijven ook de komende jaren richtinggevend voor de evolutie van de maakindustrie. Het groeipad voor onderzoek en innovatie tot 3% moet Vlaanderen tot een topregio maken. Onze KMO-focus vermindert de administratieve rompslomp en vereenvoudigt de toegang tot investeringskredieten via onder andere de uitgebreidere win-win-lening. Een transparant en eengemaakt vergunningenbeleid met de omgevingsvergunning in een centrale rol en geflankeerd door snellere procedures biedt rechtszekerheid. We hebben het volle vertrouwen erin dat de nieuwe minister van Omgeving hier op korte termijn echt het verschil zal maken. We werken aan proactieve administraties, oplossingsgerichtheid en een versnelling van procedures. En met Flanders Food Valley erkennen we onze land- en tuinbouw als waardevolle economische sector met aandacht voor onderzoek en innovatie en ruimtelijke zekerheid. Sommigen bewijzen lippendienst aan meer shops en spreken nu schande omdat we het bedrijfsleven willen ondersteunen, terwijl het, collega's, net onze bedrijven zijn die die jobs gaan creëren. Broodnodige jobs, maar ook de werkende Vlaming zal er wel bij varen. Zij zullen ervoor zorgen dat Vlaanderen inderdaad die werkzaamheidsgraad van 76% zal halen. De toekomst van Vlaanderen is nauw verweven met de creatie van jobs, jobs, jobs. Al moeten we die dan wel ingevuld krijgen met sterke arbeidskrachten. Meer mensen moeten aan het werk. Door het arbeidsmarktbeleid te focussen op een doorgedreven activering bijvoorbeeld. Door de discriminatie op de arbeidsmarkt te bannen en door het doelgroepenbeleid efficiënter te organiseren. Vandaar de keuze om uitgesproken te focussen op 55-plussers, mensen met een arbeidshandicap en jongeren. De jeugdgarantie moet er alvast voor zorgen dat de jongeren maximaal 4 maanden na inschrijving een job, begeleiding of opleiding op maat wordt aangeboden. Door de afstemming van de verschillende onderwijsniveaus en de aansluiting op diezelfde arbeidsmarkt te optimaliseren. Een betere studiebegeleiding en niet bindende oriënteringsproeven zijn waardevolle instrumenten. Ook de nadrukkelijke investering in STEM-opleidingen en het stelsel leren werken schat ik persoonlijk erg hoog in. Maar nog belangrijker is het om ons onderwijs zo te hervormen dat talentontwikkelingen in het algemeen en met het oog op een boeiende job in het bijzonder verzekert. Elke leerling en elke student moet de beste kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien. De kampioenen van morgen, collega's, zitten vandaag op onze schoolbanken. Een deel daarvan is meest gebaat bij een praktijkgerichte opleiding. Anderen zijn sterker theoretisch ingesteld. Voor elk van hen zal de onverkorte uitvoering van het masterplan secundair onderwijs in nauw overleg met het onderwijsveld het verschil maken.
Deze regering moet en zal de discussie over stickertjes en labels die sommigen ervan willen maken overstijgen in het belang van onze jonge talenten. Onze nieuwe minister van Onderwijs kan hier op onze onvoorwaardelijke steun rekenen om het masterplan onverkort uit te voeren. We hervormen ook de lerarenopleiding en sluiten een loopbaanpact. Zo maken we leerkrachten sterker en vermijden we dat jonge leerkrachten binnen de eerste 5 jaar van hun loopbaan afhaken. Wij komen, meneer Joska, niet aan de gokmiddelen. Nergens staat in het regeerakkoord dat daar iets aan veranderd wordt. Wij behouden wat goed is, ook op het vlak van onderwijs. Dus gok blijft bestaan zoals het hoort. Wij geloven in de kracht van het onderwijsveld en geven schooldirecties en hun besturen de ruimte en het vertrouwen om maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen. Ook hier geldt minder regels, meer vertrouwen. En samen met een masterplan voor scholenbouw, waarin meer overheidsmiddelen zullen worden aangevuld met alternatieve financieringspaden, moet dit ons onderwijs houden daar waar het thuis hoort. Ons Vlaams onderwijs hoort thuis in de internationale top. Meneer Joska. Ik zou u graag een passage voorlezen over het onderwijs uit het akkoord. En misschien heb ik er dan te veel in gelezen, maar dan vraag ik u eigenlijk concreet wat er dan onder zit. Want dat is natuurlijk het probleem, meneer Van den Heuvel. Allee, ik wil het niet in het belachelijke trekken, maar als u natuurlijk een akkoord op tafel legt waar geen cijfers in zitten, dan is het zeer moeilijk om voor ons dingen te interpreteren. Ik lees u voor. In zaken werkingsmiddelen evolueren we, en ik zit op pagina 103, in zaken werkingsmiddelen evolueren we naar een basistoelage die voor elke leerling gelijk is, op basis van niveau, kleuter, lager, secundair en studierichting. Daar lees ik in dat er eigenlijk gewoon een basistoelage komt en dat er bij wijze van spreken geen aandacht meer is voor leerlingen die eigenlijk een problematiek hebben op vlak van gelijke onderwijskansen. Of lees ik dat verkeerd? Meneer Van den Heuvel. Ik denk dat het heel duidelijk is wat ik daarnet heb gezegd. De grondmiddelen blijven bestaan. Wij willen een sterk onderwijs waar iedereen, iedere leerling met zijn eigen talenten aan zijn of haar trekken komt. Dus de gokmiddelen blijven in ons Vlaams onderwijs bestaan. Ik moet dat nu van u aannemen. Dat staat hier nergens in het akkoord. Read my lips. Nee, maar dat toont nog eens aan. Kom alsjeblieft met uw becijferd programma naar het parlement. Want ik moet nu van u aannemen. De gokmiddelen blijven bestaan, maar het staat niet in het akkoord. Ja. Maar. Mevrouw Van den Bossen. Ja, het is eigenlijk een heel eenvoudige vraag. De vraag namelijk hoe we de zin dan moeten lezen. De zin, in zakenwerkingsmiddelen evolueren we. Dat betekent wij veranderen, wij gaan in een andere richting, wij evolueren naar een basistoelage die voor elke leerling gelijk is. Hoe anders kunnen wij dat lezen dan dat u een systeem dat vandaag rekening houdt met de verschillen tussen kinderen laat evolueren naar een systeem dat voor iedereen gelijk is? Of heeft u per ongeluk het foute werkwoord gebruikt? Moet daar staan behouden? Het is echt gewoon een vraag. Meneer Daniels. Meneer Daniels. Ja, ik denk dat de mensen die aanwezig die onderwijs volgen uiteraard weten dat er een groot onderscheid is tussen werkingsmiddelen en omkaderingsmiddelen. En u leest de zin goed. De zin begint met werkingsmiddelen. Zoals u weet zijn er ook omkaderingsmiddelen waar binnen de bandbreedte binnen het onderwijs rekening gehouden wordt met de 6 indicatoren. Dus op de vraag die u aan meneer Van den Heuvel stelt, is het antwoord inderdaad zeer correct, zoals meneer Van den Heuvel antwoordt. De gokmiddelen, zoals wij die kennen in de omkadering, blijven bestaan. Zeer correct. Meneer Van den Heuvel. Ik dacht dat meneer Van Dijk nog iets wou zeggen. Sorry, meneer de voorzitter. Oké. Collega's, dit regeerakkoord draagt de titel Vertrouwen, Verbinden, Vooruitgaan. Alle goede dingen bestaan immers uit 3. Maar staan we toe voor de volledigheid toch ook versterken. En ja, dat is. Dus degenen die dachten dat ergens op een ander niveau iets moest weggetakeld worden of doorbroken worden, het is eigenlijk gewoon om dit spreekwoord inderdaad, meneer Tobak, uit te laten komen. Maar toch staan we toe voor de volledigheid nog versterken en verzorgen aan toe te voegen. Want tegen de achtergrond van een budgetair erg moeilijk verhaal zit de ambitie om ook de Vlamingen die het moeilijker hebben te versterken nadrukkelijk in dit akkoord. Zo blijft de Vlaamse nieuwe kinderopvang een serieuze ruggensteen voor elk gezin.
Elk kind wordt voortaan gelijk behandeld. En specifiek voor die kinderen met bijzondere zorgnoden en kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, is bijkomend een sociale toeslag voorzien. Die toeslag is gezinsgemoduleerd en houdt dus rekening met de grootte van gezin. Jonge ouders zullen de komende 5 jaar ook onverkort gebruik kunnen maken van het dienstensysteem. Daardoor wordt de combinatie arbeid en gezin een stuk draaglijker. En voor wie een woning wil verwerven, blijft een ruim sociaal-fiscaal voordeel behouden. Om de continuering van het systeem te garanderen, wordt de woonbonus bijgeschaafd voor nieuwe leningen. Desalniettemin blijft hij een stevig verschil maken voor wie een eigen huis wil bouwen, renoveren of kopen. Dat heel wat studies aangeven dat het systeem zoals het nu bestond de woningprijzen kunstmatig hoog hield, zal de markt zichzelf gaandeweg en geleidelijk corrigeren. Als dat effect zich ook voordoet, kan deze maatregel zelfs leiden tot een structureel voordeel voor alle toekomstige kopers. Maar precies omdat een eigen woning verwerven voor Vlamingen een moeilijk bereikbare droom is, zet deze bestuursmeerderheid in op meerdere instrumenten om het woningaanbod uit te breiden tot ruim 90.000 extra woningen tegen 2020, met het behoud van de ambities van het bindend sociaal objectief. Vlaanderen blijft de volgende 5 jaar ook bakens uitzetten voor het verzorgen van mensen. Onder impuls van Jo van Deurzen groeide het welzijnsbudget de voorbije legislatuur aanzienlijk. Ook deze legislatuur zal dat het geval zijn. Al in 2015 komt er bijkomende ruimte om de decreten kinderopvang en persoonsvolgende financiering van personen met een handicap uit te rollen. Een paradigma-shift die uitzicht biedt op een substantiële vermindering van de wachtlijsten in de zorg voor mensen met een beperking. De Vlaamse sociale bescherming zet primordiaal in op thuiszorg, preventie en het verhogen van zelfredzaamheid. We brengen alle betoelagingssystemen samen met het oog op de uitbouw van een volwaardig zorgbeleid voor iedereen, die om welke reden ook gedurende een lange periode afhankelijk is van anderen. Een nieuw overlegmodel met alle zorgactoren zorgt voor de aansturing en verdere ontwikkeling. In deze welzijnsoptiek laat Vlaanderen Brussel niet los. Even terug naar het vorige onderwerp, meneer Van Alderen. Dank u, voorzitter. Collega Van den Heuvel, er is toch wel enige asymmetrie in het debat. U komt hier nu al aankondigen dat volgend jaar er bijkomende middelen naar kinderopvang en zo zullen gaan. Ik stel de eenvoudige vraag, hoeveel, waar kunnen we dat vinden? Want in de tekst, zoals u daarnet zelf hebt gezegd, kunnen we het blijkbaar niet vinden. Dus waar zijn die middelen, hoeveel? En ik dacht eerlijk gezegd ook dat het antwoord van minister Van Deurzen daarnet al bleek dat de 500 miljoen uitbreidingsbeleid lang niet zal voldoende zijn om alle noden in kinderopvang, in gehandicaptenzorg en in bijzondere jeugdzorg te lenigen. Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer Van Malderen, zoals u weet is dit een debat over het regeerakkoord, waar dus de grote lijnen worden ingezet. En dus het budget 2015, dat gaan we bespreken vanaf eind september. En ik zeg u dat dus wij vanuit onze fractie duidelijk aangeven dat vanaf 2015 hier een groeipad... Dus er is al een begroting? Er is een begroting. Nee, dat is niet van een begroting of niet. Die begroting wordt opgesteld dus de volgende weken. Wij zeggen duidelijk dat er dus een intentie is om het groeipad voor welzijn, dat is aangegeven voor de volgende 5 jaar, dat een start kan hebben vanaf 2015. Volgende boom. In deze. Als we niet over budgetten mogen hebben, mij goed doen we dan. Maar ik zal de vraag heel simpel stellen. En die zou er zo moeten instaan. Zullen er na 5 jaar met deze regering mensen op wachtlijsten staan voor zorg? Of zal deze regering de wachtlijsten aanpakken en wegwerken? Meneer Van den Heuvel. Ja, meneer Van... Mevrouw Van den Brand. Van den Brand, u gaat mij niet laten verleiden om hier heel demagogische uitspraken te doen van dat op binnen 5 jaar niemand meer op de wachtlijst staat. Dit is een discussie dat we hier de voorbije 15 jaar hebben gehad. En dat verschuift van partij tot partij. En diegenen die in de oppositie zitten, die hebben de gemakkelijkheid en het comfort om heel mooie verhalen te vertellen dat er eenvoudige oplossingen bestaan om
wachtlijsten op zeer korte termijn weg te werken. Goed. Deze regering gaat een engagement aan om dus minstens 500 miljoen de volgende jaren uit te trekken om werk te maken van een uitbreiding van de zorgsector. Beste collega's, er is geen sociale vooruit... We hebben dat over die wachtlijst al uitgebreid gehad. Dus, Ik wou gewoon repliceren dat het duidelijk was dat dit het antwoord is. Nee, u wil zich niet engageren tot concrete doelstelling voor het wegwerken van wachtlijsten. Dat ontgoochelt met die. Meneer Van den Heuvel. In deze welzijnsoptiek laat Vlaanderen Brussel niet los. De snelst groeiende stad van Europa heeft nood aan een inhaalbeweging op het vlak van welzijn, bijkomende scholen en crèches. De steun van Vlaanderen op cultureel vlak is er onontbeerlijk. Deze regering laat de Brusselnorm niet los en versterkt de bijzondere band die Vlaanderen met zijn hoofdstad heeft. Beste collega's, er is geen sociale vooruitgang mogelijk zonder economische groei. Deze bestuursmeerderheid zal de komende 5 jaar het evenwicht tussen beide beleidspijlers bewaren, zodat wie initiatief wil en kan nemen en vooruit wil, alle kansen krijgt en wie een vangnet nodig heeft, daarop kan rekenen. Dit oranje evenwicht zullen wij als CD&V-fractie krachtig bewaken. Sommigen proberen mensen nu bang te maken. Ze spreken over het sluiten van deuren. Zij zouden er wellicht voor kiezen om het huis, waaraan decennia lang intensief is gebouwd, voor de tand des tijds te behoeden door het te stutten met zandzakjes en het op te smukken met een likje verf. Die keuze, collega's, maakt deze regering bewust niet. Als deze regering al deuren sluit, dan is het omdat er te veel energie ontsnapt. Omdat er warmte wegstroomt langs spleten en kieren. Deze regering renoveert het huis grondig, zoals het hoort. Met draagbalken die de fundamenten structureel versterken. Omdat ze wil vermijden dat het huis scheefzakt en de huidige, maar vooral de toekomstige inwoners de deur op de neus zullen krijgen. Daarom waren dit bij momenten harde onderhandelingen. Maar het resultaat mag er zijn. Het resultaat versterkt, verzorgt, verbindt en is vooruitziend op een stevig bed van vertrouwen. We steunen wie vooruit kan en trekken mee wie het moeilijk heeft. Meneer de minister-president, uw partij is als grootste uit de verkiezingen gekomen. U hebt een pak ervaring als bestuurder. Ik kan u verzekeren dat wij geloven in het project dat we samen hebben onderhandeld. U zal in mijn fractie een loyale partner vinden die in nauwe samenspraak met de regering de zorg voor en bescherming van mensen die het moeilijk hebben verder opneemt. We zullen samen ons onderwijs klaarstomen voor de toekomst. We zullen onze ondernemers zekerheid bieden. We zullen onze leefomgeving toekomstgericht vrijwaren. We zullen samen onze verenigingen en het middenveld alle kansen geven om mee te bouwen aan de toekomst van Vlaanderen. Die ambitieuze opdracht nemen we vanaf vandaag op. Maar we rekenen ook op u om als leider van deze regeringsploeg partijbelangen te overstijgen in het belang van de uitvoering van dit akkoord. Zodat wij ons engagement ten aanzien van meer dan 6 miljoen Vlamingen ten volle en met enthousiasme kunnen waarmaken. Meneer de minister-president, dames en heren, ministers, collega's. In naam van de hele CD&V-fractie wens ik u allen heel veel moed, karrevrachtwijsheid en een warme daadkracht om deze ambitieuze doelstellingen van dit project te realiseren. Jullie zullen aan ons een loyale partner hebben om dit niet altijd gemakkelijk pad samen te bewandelen. Maar ook zullen wij kritisch zijn wanneer de oranje glans van dit project wordt bedreigd. Ik wens u allen heel veel succes toe. Meneer Sanctoren. Ja, voorzitter, ik had nog een vraag voor collega Van den Heuvel. Nu, uw fractie levert uiteindelijk de minister die bevoegd is voor heel wat groene thema's, omgeving, de nieuwe bevoegdheid, leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening. Nu, meneer Van den Heuvel, ik had eerlijk gezegd verwacht van de fractieleider van de fractie waaruit die minister voortkomt,
dat er toch wel iets meer duidelijkheid zou gecreëerd worden waar we eigenlijk naartoe gaan op vlak van milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Maar ik heb zeer weinig gehoord. We halen nog altijd de Europese normen voor fijnstof niet. Hoe gaan we die normen halen? Hoe gaan we de enorme financieringskloof als het gaat over onze waterkwaliteit verbeteren? Hoe gaan we die dichten? Hoe gaan we een klimaatbeleidsplan aanpassen zodanig dat we onze Europese klimaatdoelstellingen kunnen halen? Ik heb daar allemaal niks over gehoord. Is dat die oranje glans waarover u spreekt? Wel, als dat een voorbode is voor de komende 5 jaar, dan zal het heel dof beleid zijn. Goed, vraagt nog iemand het woord? Nee. Dan, dames en heren, dan zijn we aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vanmorgen. Wij komen om 14:00 opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. En smakelijk eten.